throwing clothes across the floor. Teeth and claws and slamming doors at you. This is all we're living for. Why are we doing Dimotech, voor de verkoop en verhuur van elektra, licht en geluid voor markten en evenementen, projecten en installaties. Dimotech is ook de wagens van Huiskes Kokkelen. De nieuwe Skoda Superb Combi van 29.000 voorop. Daarachter de nieuwe Transporter, meer van hetzelfde, vanaf nog geen 18.000 euro. En opnieuw een Skoda Superb daartussen om gewoon er even aan te wennen. En dan krijgen we de mooiste wagen voor heel veel hier langs het parcours. En ik hoop alleen dat ze weet hoe het raam naar beneden moet. Ja, ze weet het. Is dit de vrouw van Anane of niet? Of jij de vrouw van Bananen bent? Nee. Goed. Is dit de auto waarin de Heracles-rijders of spelers ook rijden? Geen idee. Geen idee. Nee, dan heb ik ook geen idee wat ik verder wil vragen. Ja, dat is mooi. Ik heb wel ideeën, maar laten we daar maar niet aan beginnen. Ik vind hem wel mooi. Van welk jaar is Heracles? Vraag het eens even. Zal ik je het antwoord geven of de vraag? Vraag het maar. Oké, okay, van welk jaar is Heracles? Doe jij maar het antwoord. Zal ik het antwoord geven? Geen idee. 1903. Nou kijk, dan weet jij het. Zij is jonger. Zij is jonger, Harry. Ik wist het ook wel. Maar... De nieuwe Caddy zit wel goed met de nieuwe dealer van de bedrijfswagen, dames en heren. Huiskes Kokkelen. En hier is Twente Milieu. Harry, ze komen je schoenen poetsen. En de firma Kamp zegt, we gaan aan de volgende ronde beginnen. Een nieuwe ronde, dames en heren, aangeboden door autobedrijf Kamp. De veelzijdige autospecialist uit Almelo. Natuurlijk niet alleen voor Opel, dames en heren. Kamp is een begrip. Komt hier voorbij, bijvoorbeeld met zo'n prachtige Altea XL. Opelkamp, mobiliteit verzekerd. www.opelkamp.nl. Hier, slimmer, slimmer, Karl. Rijdt fantastisch, ruimte achterin, grandioos. Kijken we naar deze schitterende Opel. En de kleuren dansen je voorbij. Zoek er een uit, vraag een proefrit. Prachtige collectie auto's, dames en heren. Een gedeelte uit de showroom komt hier voorbij gekleden. De firma Kamp, gevestigd op het bedrijventerrein hier in Almelo. De nieuwe Zafira mochten we hier bewonderen. Ja, dan zijn we alweer bijna rond als we top 1 zien, top 1 Toys. Top 1 Toys, dames en heren, nummer 1 in speelgoed. Hij was in Sint-Petersburg en nu is hij in Almelo. De wagen van Marijn Baks. Ja, de wagen van Marijn die staat er nu alweer bij, want hij verliest hem eigenlijk geen seconde uit het oog. Je houdt van mooie dingen, hè, die Marijn. Het zit in blauw. Robin,
Ook mooie dingen daar. Bouw, mensen verwenden lanceren. Mensen willen wonen. Wij leren je bouwen. Leren en werken lanceren. Ofwel bouw, mensen. Shock Media. Ik raak een beetje in shock, Harry. Wat zeg je? Hey, wat is op? Ah, draai even naar de... Oh, wat gemeen is dat nu. Even zet hem eens vrij. En draai het raam eens iets verder naar beneden. Ja, dat is de andere kant op. Shock Media. Vertel maar, wat is het? Een bedrijf. En wat voor bedrijf? Wij zijn gespecialiseerd in managed hosting. Wij bieden online omgevingen voor applicaties en websites en dat soort dingen. Goed zo, dat is heel wat duidelijker dan alleen Shock Media. En daarom kom ik dat even bij jou vragen. Anders kom je een keer langs. Ik zou het zomaar eens even kunnen doen. Oké. Okay. Waar mogen we naartoe, Harry? Ik weet het eigenlijk wel zeker. Waar gaan we naartoe? Ik kom langs. Waar gaan we naartoe dan? Shock Media. Ja, waar is dat? Ja, maar dat zoek ik wel uit. Oké. Okay. Moeten wel allebei de dames aanwezig zijn, want anders hebben we een probleem. Dat wordt niet wat. Als die wil komen koffie drinken en zegt, schenk het vast in, dan komt hij nooit. De reclamestudio is hier gepasseerd, dames en heren. Grafisch ontwerp, huisstijl, illustraties enzovoorts. Maar we hebben ook natuurlijk elektrotechniek, beveiliging, GBS-systemen, industriële automatisering, Brusche elektrotechniek. Weet je dat ik heel veel medelijden met jou heb? Nou zie ik allerlei auto's voorbij komen en er zit de ene mooie meid naar de andere in naast de bestuurder. En ik kijk naar jou, je zit er helemaal alleen in. Zielig, hè? Hoe heb je dat nou zo kunnen regelen? Verkeerd geregeld. Verkeerd geregeld. Ik leid met je mee. Nog 21 jaar. Ja, hij ook al, maar hij heeft verkering volgens mij. Het is Smitje, hè, de fietsspecialist, de pro fietsspecialist. Mooi hoor, mooi jongens, iets sneller, want veel te mooi. Dit is ook mooi. Wat vind je van de kleur? Babyblauw. Babyblauw. Ja. Wat vind je een mooie kleur? Mooi hè. Met deze auto ben je nou in de wolken, Harry. Ben ik nou weer aftans of babyachtig aan het worden? Want ik word wel wat ouder, maar nog niet kind, denk ik. Zwart is als een normaal babyblauw is het. Babyblauw. Wie vindt babyblauw mooier dan zwart? Wie vindt zwart mooier dan babyblauw? 50-50 is per percentage. Gelukkig. Het is een Porsche. Maar het is wel mooi. Daar zou ik niet in willen rijden. Babyblauw. Wat een prachtige auto. Hoe heb ik het nou? Ja. Autohuis Arnhem, dames en heren. Auto Import. Dit is de Bugatti. Babyblauw hebben we gehad. Babyblauw. Is dit opa rood? Nee. Dit is opa rood, ja. Opa rood. Ja, nou. Dus, oh, je doet het alweer. Ja, nee, ja. Dat heb je met die opa's. Die vallen af en toe uit. De mooie taxi van Smit Tandtechniek, dames en heren. Klikgebied in één dag. Altijd belangrijk. Hier, op weg naar de scrum. Met de Almeloze rugbyclub, dames en heren, naar de Olympische Spelen van 2020. Ah, de keerdienstengroep komt voorbij. Wauw. Betere schoonmaak is er niet, zeggen ze. Ook Lesker in de passage, dames en heren. Lesker, even bellen voor een goede container. En de wifi tennen, wireless internet. En we gaan weer even naar Preston Palace, dames en heren. Komt hier op het Preston Palace plein.
Het centrumplein van Almelo is vandaag het Preston Palaceplein. Hier komt Jannes vanavond. Hier gaat vanavond van alles gebeuren. Bij Preston Palace is het altijd feest. All in feesten bij Preston Palace. Ik kan de man van Preston Palace natuurlijk als geen ander vragen van hoe druk is het langs het parcours? Ja, super druk joh. Je weet niet wat je overkomt. Helemaal, ja, zijn we wat gewend bij ons. Ja, je had hem door. Je had mijn volgende vraag al door. Tuurlijk joh. Oké. Maar goed, jullie hebben nog een heel programma vanavond. Ja, dat klopt ja. Straks treedt Jannes treedt op, René Vroken, we hebben Gerard Ekdom nog. En er zijn DJ's die de zaak aan elkaar muzieken. Dus gigantisch feest. Dus kom met z'n allen naar het Centrumplein, het Prestonplein. Ik vind toch wel dat nieuwe woord wat ik nu hoor. Die DJ's die de zaak aan elkaar muzieken. Kijk, ja, hè? Ik vind hem heel mooi. The place to be, waar ze mooie stropdassen dragen, dames en heren. Preston Palace. Ik heb de directie gezien, dus het is oppassen geblazen nou. Netjes gedragen. Altijd? Oh. Hagens Natuursteen, dames en heren, ook in de presentatie. De Hillenbrigade, ofwel kantoor Efficiency Professionals in bedrijf Twente Poort 1 in Almelo. Waar gaat jouw voorkeur uit, Harry? Wandelen, hardlopen of fietsen in de Almelo Allee? De wagen van het sportbedrijf, maar daarachter zo'n prachtige wagen met Doe mee, Almelo Allee. Wat is precies Almelo Allee? Hardloopwedstrijd. Is het alleen een hardloopwedstrijd of is er meer? Ja, en fietsen en wandelen. Schiet aardig op. Zal ik het doen? Almelo Allee, moet je niet zo hard rijden? Is op zondag 20 september. 'S Morgens is er een halve marathon, een 10 kilometer hardlopen en een 5 kilometer hardlopen. 'S middags dan zijn er wandelingen voor iedereen. Dus daar hoef je geen atleet voor te zijn, daar kan iedereen meedoen. En er zijn uitgezette fietstochten. En dat gebeurt allemaal vanaf de Gravenallee. Daar wordt het allemaal het centrale punt en bij het zwembad. En daar wordt iedereen bij deze voor uitgenodigd. Het wordt de tweede editie en het wordt een grandioos festijn. Dankjewel jongens. En de Kids Run 's Morgens is de opening. Het is eigenlijk wel leuk hè, voor Niels. Rondjes draaien om het eigen bedrijf. Gezellig. Wordt iedere keer gecontroleerd van zit hij nog in koers? Wij zijn altijd in koers. Tony Kroeze wordt vriendelijk verzocht zich even te melden. Tony Kroeze, alstublieft. De jury kan vanavond weer schrijven, dames en heren. Ja. Hij heeft een heleboel pennen meegenomen. Ik ga al zijn vrienden en vriendinnen allemaal helpen aan een mooie pen. Krijg ik van jou ook een lieve pen? Ik dank je wel. Je bent lief. Je bent namelijk van de rugkussens. En de rugkussens moeten lekker zitten. Moeten strak zijn. En daar kun je natuurlijk in Wierden voor terecht. En een lekkere zitzak.
Oh, zitzakkenstore.nl. En terwijl de wagens van Westerhuis Verhuur hier komen, u weet wel, wij bouwen een feestje. Daar zijn we naar op weg. Westerhuis Verhuur Twente. Maak ik u nog even attent op deze fiets redt levens. U hebt het net al gehoord. Samen onderweg naar betere gezondheidszorg in Kenia. Sneller te plaatsen is meer mensen bereiken en een betere zorg voor 1,25 miljoen mensen. Een duurzaam project. En u kunt samen met hen, met die organisatoren, natuurlijk een groot verschil opbouwen. Project in Kenia, initiatief van partner Coop Afrika. Ik was bij de expositie, dames en heren, van de profronde van Almelo. En daar waren stickers van in Almelo is altijd wat te doen. En er kwam zojuist een meisje op mij afstormen. Ze zegt, ik weet wat er in Almelo allemaal te doen is. Wat kun je hier allemaal beleven? Vanavond is er de profronde. Oh, vanavond is de profronde. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Jij ook trouwens. Vanavond de profronde? Sinds wanneer is dat? Is dat al lang zo? Een jaar of 33 of zo, Harry. Het is vanavond de profronde, Kees. Ja, goed dat je er bent. Ja. Ik zit nog een beetje verbijsterd om me heen te kijken. Maak een proefrit bij Baan Trucks. Dan ben je goed op weg voor €99 per week. De Sprinter. En deze auto, Harry. Oh, Harry. Ik kijk niet meer. Ik wist de prijs nu. Ja, maar voor jou doen ze wel iets goedkoper, denk ik. En hier, dames en heren, Wissing, want die kleurt de profronde. Vastgoed, onderhoud, Wissing. En hier is Van der Valk en die zorgt ervoor dat ik vanavond weer perfect ga slapen. Een prachtig theatervoorstelling, dames en heren, een theaterhotel. En je kunt er ook heel lekker lunchen. Convoy, exceptionel, ofwel Bolk in aantocht. Bolk in aantocht en Bolk verdwijnt alweer, dus... Volk en Bolk in aantocht. Dit betekende bijna het einde van de gele raaf. Maar gelukkig had hij vanaf zijn hoge positie toch nog redelijk zicht. Voor hetzelfde geld geeft hij een dot gas. Ah, dat moeten we niet hebben. Het nieuwe seizoen met de nieuwe najaars- en wintermode wordt door de promotieteams van EMEF natuurlijk met trots gepresenteerd. Daar hebben ze ook een hele leuke dressman. Ik wijs u even op hashtag profronde Almelo. Ook daar kunt u foto's op kwijt, kunt u ook dingen bekijken. Hashtag profronde Almelo. Witsand Bouwmaterialen heeft natuurlijk een hele mooie bocht geadopteerd, dames en heren. Voor keukens, badkamers, tegels en haarden. Bouwmaterialen Witsand. Witsand, Almelo, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Vriezenveen. Goossen te pas bouw, dames en heren. Verbouw, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. We zijn bezig met het laatste gedeelte van de reclamekaravaan. De kop van de wedstrijd, om het zo maar te zeggen, wordt op dit moment al afgeleid de Bordenstraat in. En dat betekent dus dat de reclamekaravaan er bijna op zit. Maar het goede nieuws is, hij komt volgend jaar weer terug. Dat is wel te hopen. Dat is wel te hopen. Tot vrienden maak. Toen ik geld had, had ik vrienden.
draaiden met mijn vinger rond. Ze vonden mij een fijne gozer, omdat met mij toch alles kon. Nu heb ik mijn geld verloren, mijn vriendin zie ik ook niet meer. Niemand wil meer bij me horen, maar ach, ik heb ervan geleerd. Van Koten dakbedekkingen, dames en heren. En dat is een bedrijf wat al sinds 1920 actief is. En de betreurde Harry Nijhuis was een van de kanonnen van Koten. Opnieuw gepasseerd. Piaggio Eip. Mobiel, nou u kijkt hem zelf aan. Het is een prachtig ding. Lawaai of zo, dat weet ik niet. Ik heb het ding niet gehoord. Ik heb wel anderen net gehoord en dat vond ik een leuk geluid. Ja, jij ook? Ja, onze rondemis vond dat ook een leuk geluid. En jij ook. Ik zal de voorzitter nog even vragen, Reinier. Hoe vond jij het? Ja, helemaal super. Het ook een super, nee, super. Ik vond het een superleuk geluid. Superleuk. Goed. Jouw eerste indrukken tot nu toe? Nou, we boffen natuurlijk weer met het prachtige weer. We hebben een geweldige dikke bandrace gehad, waarmee wij hebben gezien dat er kinderen waren die zo fanatiek aan het fietsen waren, dat ze heel erg blij waren dat ze over de streep kwamen. En dat is fantastisch om te zien. En deze reclamecaravaan die heeft in de wijken al heel geweldig publiciteit gehad, heel veel mensen langs de weg. En ook vanavond is het weer een geweldig festijn. Zo is het. Nou, het vervolg komt nog. Straks dus de profronde, het voorstellen van de renners, et cetera, enzovoort, enzovoort. Vakantiekilo's, die moeten eraf, dames en heren. Dat kan allemaal. Ik kan een advies mag geven bij obifit.nl. Deze dames zullen u heel graag de juiste instructie geven, zodat u de juiste beweging op het juiste moment kunt maken. En dat is belangrijk in het leven. Sponsoring en medewerking is er dit jaar ook van het ROC, het Regionaal Ondernemerscontact. De club met 160 directieleden die openstaan voor contact. Het ROC, het Regionaal Ondernemerscontact. En Peter Slachter, dames en heren, maakt de mooiste tuinen. Peter Slachter. Ook van Omme Makelaardij in de passage. Wanneer u inderdaad een nieuw huis wil gaan creëren. Kleine valpartij hier. En Azito, die zegt, ik heb nog een hartje. Ik heb maar één hart en dat geef ik graag dadelijk weg. Patrick Eikelbron die zegt, ik kom stiekem naar de rondemis kijken en dan stel ik een of andere onbelangrijke vraag en dan heb ik mijn doel weer bereikt. Oh, er landde wat bij de rondemis. Langzaam maar zeker dus het einde van de karavaan in zicht. Het kan nog heel even duren. De wagen van de club hier nog. Daarachter nog de wagen van Mullenkamp. Twee wielers uit Bonnebroek in het Nijracebos. En zo zal hier en daar nog een wagen verschijnen. En dan kan er schoongemaakt worden. En kunnen we hier zo dadelijk de eerste renners verwachten. Woldering Technische Installaties. Voor uw installatiewerk moet u bij Woldering Technische Installaties in Wierden zijn. We hebben bloemenderij Diana.
levert de bloemen voor de huldigingen bij de profronde. De EMF Fashion Group verzorgt complete modeshows op maat. Organiseert de show van A tot en met Z. Inclusief professionele modellen, choreografie, podium, licht, geluid, projectie. Natuurlijk ook alle regie en coördinatie. Ook voor het inhuren van hostess modellen. Voor een beurs of opening. Voor winkelcentrumshows, modeflitsen en een open huis kunt u terecht bij de EMF Fashion Group. Ja, Zet, zijn imprint komt hier voorbij. Wauw. De laatste keer in de passage, Lohuis installatietechnieken uit Vleringen. Dankjewel jongens voor de verzorgde wijze waarop ook deze wagen er weer uitziet. Keurig netjes aangekleed met bloemen, et cetera. En ook de wagen van partner Meulenbelt, installatietechniek. Technieken, om het helemaal goed te zeggen. Moet eens kijken, Harry, hier achterop. Die zijn thuis in Hardenbergen, Heten, Hengelo, Nijverdal, Raalte, Zwolle, Almelo, Enschede, Apeldoorn en in Rijnen. En hier zijn de Lemerij emmertjes. Emmertjes zijn op. Emmers zijn op. De VDL-brigade, dames en heren. Heb je gehoord? Ze hebben nogal een ramp bij de Lemerij. De emmers zijn op. Bij ons is ook alles op. Bij jullie is ook alles op. Volgend jaar dubbel inslaan. Dat denk ik. Ja, veel succes. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Lieve, kijk eens. Pure liefde valt zomaar binnen. VDL komt aan de Bornestraat in Almelo, dames en heren. De Enabling Technologies Group, de VDL. En de toekomstige directrice rijdt hier achter. Hier zijn Brusse en Masseling, de Twentse advocaten, gaan voor een tandje hoger, dames en heren, om u van dienst te zijn. Brusse en Masseling, de Twentse advocaten. VDM-kaars, dames en heren, komen natuurlijk hier voorbij. En we hebben de traffic security. Dat betekent dat de veegwagens in de verte in aantocht zijn. Huiskes Kokkeler komt natuurlijk hier nog voorbij met de nieuwe Skoda Superb Combi. Huiskes Kokkeler. Meer van hetzelfde. Nieuwe transporter bijvoorbeeld. En hier Heracles. Sinds 1903. Heracles Twente staat op de rol. De uitslag is nog niet bekend, maar er zijn wel wat voorspellingen. Goed. We zijn er rond. De zaak wordt schoongemaakt. Ik geef de microfoon over straks voor de introductie van de renners aan Esvin Kruders. Dankjewel. U hoorde mijn collega Harry Middeljans. Bedankt voor het commentaar. Met geweldige attracties onder één dak. Altijd spannend, altijd all in. Dat is Preston Palace. En zo met het afscheid van de reclamekaravaan wachten wij dus op de binnenkomst en de aankomst van de eerste coureurs die zich gaan melden voor de profronde Almelo. Waarbij we een mooi startveld hebben met onder meer die mannen van het Astana Pro-team. Lars Boom en Liewe Westra. Renners ook als Roy Curvus, de Chinese Ji Cheng en Ramon Sinkeldam van Giant Alpacin. En dan hebben we aan de start ook de mannen van Lotto NL en Jumbo. Met als grote smaakmaker de man uit Haaksbergen, Bram Tankink. Hij is een van de aanjagers, wellicht ook wel in deze wedstrijd. Ja, en vorige week wist hij nog een rit te winnen in de Tour de Limousin. De man uit Enter, Maurits Lammertink, okay, is een van de prominente deelnemers in deze profronde van Almelo. Wij gaan de deelnemers zometeen verwelkomen op het parcours. En dan verwachten wij tussen 7:45 of rond de klok van 7:45 te gaan starten met de wedstrijd.
En het mooie is ook wel dat we behoorlijk wat almeloze deelname vanavond hebben. Zoals de mannen van de AWV de Zwaluwen. Hier de jeugd van AWV de Zwaluwen over het parcours. De diverse jeugdleden van de afdeling van de Zwaluwen. De club die al zo lang inmiddels bestaat. Hier met de jongste jeugd op het parcours. Zij verkennen dus voor de profs uit nog even de ronde. Wilfred Haan is de voorzitter, dames en heren, van de jury in deze profronde van Almelo. Natuurlijk door onze consul hier vandaag opgeroepen om zijn beste beentje voor te zetten. Bright Access, dames en heren. Internet mede mogelijk gemaakt door Bright Access. Jongens, kunnen jullie jongens, even stoppen? Jullie even stoppen? Oh, even stoppen. Ho. Oh. Ja, want we gaan de armen de lucht in. Want wie hebben wij hier allemaal, Aswin? Van welke vereniging zijn jullie? AWV de Zwaluwen. En hoeveel jaar bestaat AWV de Zwaluwen? Geen idee. Geen idee. Kees, weet jij het? Die bestaat al 80 jaar volgens mij. 85 jaar? 85 jaar, helemaal goed. Dat is een heleboel, dat is een hele mooie leeftijd. Dan ga ik toch heel even naar een van de volwassen jeugdrenners, want met wat voor groep zijn jullie hier vandaag, Roy? Wij zijn hier met jeugdcategorie 1 tot 7. En jeugdcategorie 1 tot 7, even voor de mensen, voor de duidelijkheid, wat wil dat zeggen, leeftijden? Er zijn leeftijden 6 tot en met 13 jaar. Nu rij je hier op het parcours, waar trainen jullie normaal? Wij trainen op ons parcours vlakbij het ziekenhuis in Almelo. Hebben ze pas helemaal vernieuwd, helemaal opgehoogd, helemaal de baan opnieuw gemaakt. Dus wij kunnen er weer jaren tegenaan. Ja, jaren er tegenaan, dat moet ook wel, want we willen deze deelnemers terugzien, Kees, in de profronde. Kent zo'n begeleider, kent hij alle voornamen van alle kinderen? Hoe? Oei, lastige vraag. Probeer eens. Bart kent ze wel. Begin. Bart kent ze wel. Wie kennen wij hier allemaal? Stijn Hering,
Jelle Weijering. Hugo. Dan hebben we Stijn. Dan hebben we Lucas. En we hebben Boke, Jelte, Christian, Niek. En allemaal vrienden en vriendinnetjes van elkaar? Ah, het is wel een vriendengroep geworden, ja. Allemaal een vriendenclub. Wie van jullie wil later wereldkampioen worden? Wie van jullie wil er gewoon lekker fietsen? Wie van jullie heeft hier een heleboel vriendjes en vriendinnetjes bij de club? En wie van jullie zegt, wielrennen is het leukste van allemaal? Allemaal. Allemaal zwaluwtjes, dames en heren. Eén zwaluw maakt nog geen lente, maar een heleboel zwaluwen maken wel een mooie nieuwe lente. Zeker, en als we dan kijken, dan toch nog even een vraag aan Roy, want zit er een beetje talent in de groep? Ja, allemaal hè. Allemaal talentjes. Want we hebben vandaag, ja, als ik toch kijk, een boel mannen van de zwaluw aan de stad staan. We gaan hier toch wel opvolgers krijgen, lijkt me. Ja, dat hoop ik wel. Dat hopen wij ook inderdaad. Kees, gaan we ze nog een rondje laten fietsen? We gaan ze gewoon een rondje laten fietsen. En ze komen straks natuurlijk bij de profs ook nog hier mede aan de start. Dan starten ze meteen achter het peloton weg. Dus ik weet niet of jullie er klaar voor zijn. We gaan nog een nieuwe ronde knallen. Huppakee, de zwaluwtjes komen eraan. En ze zijn weer onderweg. Zo wachten wij ook in spanning af tot de eerste prof zich op het parcours gaan melden. En dan gaan we ook daarvan eens een aantal mannen aan de tand voelen voordat de wedstrijd gaat starten. Dan gaan we eens kijken wat de verwachtingen van hen zijn voordat de koers begint. Social media, dames en heren, mede mogelijk gemaakt door LAMP. En Heringa Mode is al vele jaren een begrip in Almelo. Bij Heringa Mode hangt de leukste en nieuwste collectie damesmode voor u klaar. Heringa kleedt de dames van het bestuur van de profronde van Almelo. Ik hoorde jou al noemen social media. Social media, dan hebben we de Twitter-account bijvoorbeeld van de profronde Almelo. Is @profrondealmelo. Dan kunt u vanavond nog heel veel volgen over wat hier allemaal te gebeuren staat. En wat we dus zometeen te zien krijgen. U ziet daar onder meer de foto's voorbij komen. En u gebruikt daarbij de hashtag profrondealmelo. Sommige juryleden, dames en heren, kunnen heel goed duidelijk maken waarom een ex destijds is vertrokken. Louise zegt, ik wil wel uitleggen waarom mijn ex destijds is vertrokken. Omdat ze thuis ook met dit soort attributen rondliep. Een verzoek of Rins Kalsbeek zich wil melden. En dat is ter hoogte van de finish bij de Fourage. Dus direct achter de finish. En we was even kijken nog één keer de naam voordat ik het verkeerd uitspreek. Rins Kalsbeek, of die zich even wil melden. En dan ben je nog gelukkiger dan je al bent. Roodgroener, dames en heren, uw partner in beheer van openbare ruimtes, openbare gazons, bermen en sportvelden. Hout Bronx. Duttler is nu Hout Brox geworden, dames en heren, met nieuwe merken zoals PMA, State of Art, McGregor, Opus en Betty Barclay en vele andere merken. Allemaal bij Hout Brox Almelo. U bent uitgenodigd. En dat terwijl we weer een doorkomst krijgen van de renners van AWV de Zwaluwen. Ze rijden dus in rondjes hier op het parcours. En ze gaan als een speer. Daar gaan ze. Juist. Kom op, hè. Kom op. Mee, hè. In het wiel, hè. Kom, juist, ja. Dappere meid hier. Het talent van de toekomst van de profronde van Almelo op het parcours. Zijn de kleintjes die hier de zaak afsluiten. Hele kleine turfjes groot. Ja,
HP Wellscreen wens u een prettige avond. Intersense Bikes and Parts. Rij net zo snel als de mannen van Senza Kanjers voor Kanjers. Cycling team op uw eigen Senza, geproduceerd in Almelo. Sintus BV, het openbaar vervoerbedrijf in Twente, draagt de profronde van Almelo een warm hart toe. En het regionaal ondernemerscontact avanceren. 160 deelnemers bieden de deelnemers een interessant netwerk met bijeenkomsten waarbij netwerken, kennisoverdracht en inspiratie voorop staan. En natuurlijk gaat u allemaal naar de place to be, naar Preston Palace. En op het Preston Palaceplein, dat is hier vanavond, hebben wij straks een optreden van onder andere Jannes. En dat terwijl dus het parcours ook goed schoongeveegd wordt en wij dus wachten op de komst van de heren coureurs. We hebben die jonge coureurs natuurlijk al op het parcours van ANWV de Zwaluwe. We wachten nu op de iets oudere coureurs voor de profronde Almelo. Jaren op zoek, ja op zoek naar een vrouw zoals jij. Amor liep mij steeds in de steek en was lang alleen. Wat schoot de pijl in de roos en jij kwam spontaan. Voorzichtig kleine kregels, langs de auto rijden hè. Juist, goed sturen. De rondemis is Kim Schuring, dames en heren, gesponsord door de EMF Fashion Group. Gekleed door de Gallery Brand Store. Natuurlijk hebben we mooie trofeeën van de Top Cup Sportprijzen en darts. En bloembinderij Diana zorgt voor de mooie bloemen. Dat is allemaal voor u geïnspecteerd door Ramon Sinkeldam. En als u mij hoort, kan hij reeds op het parcours verschijnen. We willen ook graag de auto's voor Lars Boom en Bram Tanking alstublieft. En de auto voor Kirsten Wild. En dat zijn de auto's van Otto Schiphorst. De eerste bocht na de start, dames en heren, is van Witzand. Witzand bocht al meer dan 120 jaar uw betrouwbare partner in hout- en bouwmaterialen. De tweede bocht is de Elementenbouw Hagenbocht. Elementenbouw Hagen voor alle kunststofkozijnen. En in deze bocht hangt ook de WIS Workswear met één mooi doek zeer nadrukkelijk aanwezig te zijn. De derde bocht is geadopteerd door Opel Dealer Kamp. Opel Dealer Kamp, dames en heren, heeft de derde bocht voor haar rekening genomen. En de Dimotech bocht is de bocht van de leverancier van het geluid van deze profronde.
Het Centrumplein is vandaag het Preston Palace Centrumplein. En verder hebben we het Urenco Kinderplein, ofwel de Korenmarkt. Zo blijven de deelnemers van de Zwaluwen dus nog wat rondes over het parcours rijden. Zij sluiten straks aan achter de profs. En we wachten op de eerste profs die zich gaan melden voor de startprocedure van de koers. Dus een mooi startveld vanavond in de profronde van Almelo, waar we diverse sterren verwachten, zoals Lars Boom, Liewe Westra, Roy Curvus, Ramon Sinkeldam, Bram Tankink en Maurits Lammertink, om maar een aantal van die namen te noemen hier in de profronde Almelo vanavond. En hier komen de jonge belofte, dames en heren, van de Zwaluwen weer voorbij. Ze zijn heel goed bezig. We beginnen al een lekker kleurtje te krijgen. En de jeugd gaat prima mee. Ja, wilde paard, was het raar, omdat ik nog toch verkeerde. Bij de jeugd zit het tempo er ook goed in. Zie dat ze toch mooie rondjes in een snel tempo nog afwerken hier op het parcours. Goed getraind dus elke week op het parcours. De Sumpel van AWV, de Zwaluwen hier in Almelo. Groot Groener, dames en heren, uw partner in beheer openbare ruimte, onderhoud gazons, bermen en sportvelden. Groot Groener. Houtbroks, dames en heren, nu is Duttler Houtbroks geworden met nieuwe merken zoals PMA, State of Art, McGregor, Opus, Betty Barclay. En anders geen pijn. Als ik haar tegenkom, ja, dan neem ik me mee. Want dan wil ik genieten van haar, van wat het leven ons brengt met z'n twee. Zo gaan de rode fakkels de lucht alweer in. Wachten wij wat zich hier gaat melden richting de streep. Waar we dus rond 7:45 zullen starten met de profronde Almelo.
wit, blauw in al zijn pracht. We zullen ons bewijzen, dat kleine land met al zijn kracht. We gaan dit voor de prijzen. De leeuw staat voor zijn helden en gaat voor niemand aan de kant. De koning van de velden, dus juist, ja. Oproepen voor Lars Boom en Ram Tankink en Kirsten Wild. En ja, voor Nederland, dat Eendracht altijd machtig maakt. Het brengt ons de victorie. Het oranje dat ons hart steeds raakt. De kleur van alle glorie. De leeuw staat voor zijn held. Kijk Kees, en dan zijn die mooie auto's die we zometeen gaan zien. Bij de diverse deelnemers, althans een aantal, zal plaats gaan nemen in de auto's. In de auto's dus van Schiphorst. Dan gaan we zometeen Lars Boom in zien rondkomen. Ook Bram Tankink en dus Kirsten Wild. En dat terwijl wij ondertussen wachten op de komst van de eerste deelnemers in de profronde Almelo. Die zometeen hier hun koers gaan rijden. Dames en heren, ik hoor een geweldig applaus, want de meest ideale schoonzoon aller tijden is gearriveerd. De zeer populaire Bram Tankink! Wat zou jij aan deze ras-echte man uit Overijssel willen vragen? Nou, dan wil ik Bram Tankink toch vragen hoe het is om weer terug te zijn in Overijssel. Ja, leuk. Altijd leuk, lijkt me. Zeker, zeker. Vanavond de profronde Almelo is toch wel een beetje speciaal. Hoe kom jij nou naar dit soort criteriums toe? Altijd met de hoop dat het wel op de dag is dat ik er kom. Ja, want dat is hier toch al een verhaal nog altijd, hè? Ja, dat is hier nog wel eens misgegaan. Aswin, ik zal één ding zeggen. Als ik aan zo'n interview begin, moet de rondemis al pal naast de renner gaan staan. Dat is al het goede moment inderdaad. Dat is voor Bram ook goed, lijkt me. Ben je al tevreden met de rondemis wat dat betreft? Ja, zeker. Zeker. Vanavond rijden jullie om de ronde mis en natuurlijk om die eerste drie plaatsen, want daar gaat het natuurlijk om. Hoe is het hier als je een beetje rondkijkt? Want ik denk dat je al een klein beetje van het publiek gezien hebt. Ja, goed. Ja, ik ken het ondertussen. Ik ben ook 10 keer hier geweest, denk ik. Dus, maar ik zie wel dat de finish is verlegd. De finish is verlegd? Dat klopt. En is dat voor of nadelig? Het is een absoluut voordeel voor mij. Dus het is een finish, dat ligt me perfect. We gaan het zien, dames en heren. Bram Tankink is de man in vorm. Belangrijke vraag, Bram. Is je scheerapparaat kapot? Nee, die heb ik al jaren niet meer. Oh, het groeit niet meer zo hard. Beetje bijtrainen af en toe, hè, met een korte tondeuse. Ik heb voor jou uitnodiging om in de eerste auto plaats te nemen. Staat Bram Tankink op. Als jij daar in gaat zitten en dan mooi lekker op de achterbank en dan gewoon wijgelaten toejuichen door het publiek, dan komt het allemaal in orde. De rondemis mag nog niet mee, maar die geeft wel een paar kusjes mee nu voor onderweg. Een paar kusjes. Kusjes voor Bram. Oh. Hij moet er toch eerst voor rijden, denk ik, Kees. Bram, klim er maar in, jongen.
De chauffeur ga ik zoeken. Of rij je zelf? Hij zegt tegen de chauffeur, ga maar naast mij zitten. Want ik kan ook heel goed rijden. Dames en heren, u kunt een foto maken van de chauffeur Bram Tanking. Je moet wel weten waar de knopjes allemaal zitten in het leven, Bram. De man van de mooiste verhalen. De man van de mooiste... Ja, dames en heren, hij gaat van start. Ik hoor applaus opklinken voor Bram Tanking. Hij zet de helm speciaal voor jullie af. Hij zegt, ik zet hem in demareren. Ik zet hem in de D van demareren en ik ben vertrokken. Hij zegt, ruimte maken, want ik kom eraan. Brammetje Tanking is onderweg. En Ashwin, wie heb je nu te pakken? Ik heb te pakken Lars Boom. En hij heeft de ronde mis. Kijk, Lars weet wel hoe we beginnen met drie kussen, toch? Jazeker. Lars, hoe is het om hier weer te zijn? Want ja, jij hebt nog wel gereden de laatste tijd in Nederland en België. Dus, maar lekker hier weer terug, lijkt me. Ja, in Almelo is een tijdje geleden. Ik denk een paar jaar geleden. Maar het is mooi om hier weer terug te zijn. En de laatste weken toch lekker in Nederland te koersen. En het ging niet heel slecht, dus dan is het altijd fijn. Ja, nu weer een criterium, want die reden jullie na de Tour veel. En dan komt toch de Eneco Tour. Met welk gevoel ben jij uit die wedstrijden van de Denemarken-Eneco Tour teruggekomen? Ah, toch wel best wel goed, denk ik. Overmoeid, maar goed uitgerust de laatste week. En nu hard aan het werken richting het WK. Vanavond dus een mooi moment om de benen weer op spanning te zetten. Het is druk, hè? Ja, gelukkig wel. Moet ook. Lekker weer, geen regen, dat scheelt ook. Ja, dat scheelt heel veel. Dat maakt voor het publiek alleen maar fijner natuurlijk. Zeker. Wat vind jij van deze auto? En de rondemis zei, je moet aan hem vragen wat hij gaat doen bij het wereldkampioenschap. Gaat hij in Nederland daar een plak bezorgen? Nou, dan ben ik benieuwd. Ga je in Nederland een plak bezorgen? Want het is wel jouw WK, laten we het zo zeggen. Nou, ik ga proberen niemand anders te laten winnen. Kom op, Lars Boom. Jij bent toch niet een man om iemand anders te laten winnen? Niemand. Oh, dus jij gaat winnen. Ik ga proberen niemand anders te laten winnen. Lars Boom, hopelijk de nieuwe wereldkampioen. Onze rondemis is het er zeker mee eens. We willen even een fotootje maken, inderdaad. En dan is natuurlijk de vraag of Lars samen met de rondemis in de auto gaat. Dat is de bedoeling. Ja. Is er een chauffeur van deze wagen? Anders rijdt Lars zelf, zegt hij. Als jij rijdt, dan moet je achterin met de rondemis samen. De rondemis samen met Lars Boom achterin. En goed vasthouden. Je moet je Lars goed vasthouden, jawel. Die deur kan open. Alsjeblieft. Klim er bovenbij en goed vasthouden, Lars. Want anders valt ze eruit, hè. Dat moeten we niet hebben. Dames en heren, de man die wereldkampioen tijdrijden bij de belofte werd. De man die de Eneco Tour won. De man die de Ster ZLM Tour won. De man die wereldkampioen veldrijden in alle categorieën is geworden. De man van ploeg Astana. De man die vorig jaar de beste was in Tour-etappe naar Arenberg. Is Lars Boom uit Vlijmen. Hij gaat aan zijn ereronde beginnen. Fotografen, je kunt hem samen nu in beeld brengen. En Ashwin heeft inmiddels een wereldkampioen in beeld. Ashwin. Ja, die wereldkampioen is Kirsten Wild. Kirsten, je bent er al een tijdje bij vandaag. Hoe is het tot nu toe? Ja, ik vermaak me goed. Ja, ik sprak je net even kort. Je zegt al volgende week, dat zei je vanmiddag ook al, de Holland Ladies Tour. Hoe sta je ervoor op het moment? Nou ja, dat is even afwachten. Maar ik heb wel heel veel zin in de Holland Ladies Tour en ik voel me op zich wel goed. Vanavond nog even hier bij de profs, bij de mannen kijken. Jij zelf als professioneel vrouw. Wat is nou eigenlijk het mooie hieraan? Nou, het is gewoon een heel mooi evenement en vooral de gezelligheid, muziek, sfeer, sport. Ja, het is een mooie combinatie. En jouw binding met Almelo is bekend, lijkt me. Ja, ik ben hier natuurlijk geboren. Jij bent hier geboren, inderdaad. Jij gaat dus vandaag ook rondgereden worden. Achter het stuur of naast de bijrijder? Nou, ik ga voor de luxe plek, lekker ernaast. Het open dak hoor ik. Toch wel de luxe plek voor Kirsten, inderdaad. Kirsten, je mag plaatsnemen in de auto van Schiphorst. Uit het open dak kan iedereen haar bewonderen. Wedstrijdleider Kirsten Wild. Kun je eruit komen, Kirsten? Dat is helemaal chic. Ja, dan kunnen ze jou goed zien. Ja. Ja, juist, dames en heren, daar is onze wedstrijdleider, ja. Kirsten Wild. We gaan rijden. Huppakee. Auto's, Schiphorst, dames en heren. Personen- en bedrijfsauto's. Klakson erop. Rijden en applaus voor Kirsten Wild.
Zo is dus ook Kirsten Wild onderweg. En dat terwijl de andere mannen zich melden. Nee, een van die mannen wist afgelopen week voor het eerst te winnen. Maurits Lammertink, man uit de regio. En dan is het toch wel mooi dat je hier aan de stad staat, net na het winnen van je eerste profzege. Ja, dat is prachtig. Helemaal omdat het zo mooi dichtbij is nu voor mij. Dus ik ben blij hier om hier te zijn. Ja, want kun je nog eens terug naar ongeveer een week geleden in Limousin. Hoe pakte jij die overwinning? Ja, het was een hele lastige aankomst met de sprint van een groep van 70 man, denk ik. En dan ben ik een van de snelste die nog over is. En gelukkig kwam ik nu een keer goed uit. En, ja, vorig jaar, eigenlijk of dit jaar, de stap teruggemaakt naar de pros. Is dit dan eigenlijk de bevestiging met ook jouw sterke voorjaar? Ja, absoluut. Ja, ik had natuurlijk geen slecht voorjaar. Dus het zat er sowieso wel in. En nu eindelijk lukt het een keer. Profronde Almelo vanavond, terug in eigen streek. Hoe is het hier in Almelo volgens jou? Ja, het is gezellig. Veel mensen aan de kant. Dus laten we een mooie avond van maken. Genieten. Ja. Goed. Dames en heren, Maurits Lammertink, de man uit Enter. Tegenwoordig in Losser, hij ook vandaag aan de start. We gaan even naar Ramon Sinkeldam. Hoe is vandaag in de Ronde van Spanje afgelopen met jouw ploeggenoten? Ik heb geen idee. Ik heb niks gezien. Ik heb ook niks van gehoord. Kan iemand iets vertellen hoe het met Tom Dumoulin is afgelopen vandaag? Hij staat tweede in het klassement. Ik ben eigenlijk wel benieuwd dan naar Brian Bulgak, Kees. Want Brian, als we het dan toch over ploeggenoten hebben, hoe is het met jouw ploeggenoten afgelopen in de Vuelta vandaag? Ja, dat was heel mooi om te zien. Dat was heel mooi om te zien, want vertel even voor de mensen. Ja, hij won de wedstrijd, dus dat was voor de ploeg natuurlijk een supermooie opsteker. En heel mooi dat de ploeg een mooie ritoverwinning in de Vuelta haalt. En want we hebben het over Bert-Jan Lindeman, hij wint dus de etappe in de Vuelta. Hoe leeft dat in de ploeg? Want jullie hebben nog niet heel veel zegens dit jaar. Nee, dat is natuurlijk super geweldig. Ik denk elke rit die je wint, zeker op zo'n niveau ook, dat is natuurlijk geweldig voor welke ploeg dan ook natuurlijk. En zeker nu in deze situatie is denk ik ook voor Bert-Jan Lindeman supersterk. En zo'n supersterke coureur en dan wint hij een hele mooie wedstrijd. Ook voor jou een droom lijkt me. Wat zeg je? Ook voor jou een droom lijkt me. Ja, het is een super droom natuurlijk. Zulke dingen is voor iedereen, denk ik, een droom. Eerste profronde van Almelo winnen. ja, dat klopt, ja. Veel succes. Dames en heren, u hoorde Brian Bulgak. Dat terwijl momenteel ook de Almeloze deelnemers zich hier vervoegen bij de andere deelnemers. En we ook vast en zeker nog wat van hen gaan horen. Want het is weer tijd om leuk op stap te gaan. Als we dan toch langzaam binnendruppelen met die mannen, dan is het toch heel even dat ik Jasper Plender op ga zoeken. Want Jasper is een van die Almeloze mannen aan de stad. De profronde Almelo, hoe is dat voor een Almeloer? Ja, dat is altijd mooi natuurlijk. Geweldige sfeer hier, al die mensen. En om in je eigen stad dan een rondje te rijden, is hartstikke mooi. Genieten? Winnen vandaag? Nee, dat niet. Dat zit er nog niet in? Nee. Jullie hebben net een hele reeks met wedstrijden erop zitten. Gisteren afgesloten in Bonn. Hoe was dat, die criteriumreeks, de Viro Criterium Cup? Ja, dat was een mooie reeks. Het is altijd leuk om in de buurt die wedstrijdjes te rijden. En gelukkig hebben we hem kunnen winnen met de ploeg. En daar zijn we zeker heel blij mee. En goed voor de sponsors. En dat was een mooie reeks. Goed, vandaag even afzien nog. Ja, lekker meerijden en zien of we nog een keertje weg kunnen komen. Goed, we gaan hem vast en zeker zien. Jasper Plender ook vast en zeker in de aanval in de profronde Almelo. Hij dus een van die Almeloze deelnemers aan de start. Ik heb na lange tijd een beetje lovendien. Jij betekent meer dan zelf een beste vriend. En zo melden ze zich dus één voor u, één de diverse coureurs in deze wedstrijd. Als we in alle renners verzamelen aan de start. All riders to the start. Tous les coureurs au départ. Renfaar bitte zum start komen. Ik ga aan de fotografen vragen om tussen het peloton uit te gaan.
En ik ga vragen of de renners een valhelm willen afzetten. Net zoals ik mijn pet afzet. Dus, heren renners, we gaan de helm afzetten. We gaan het geluid helemaal wegdraaien. Dames en heren, het geluid helemaal weg. Het moet stil worden in Almelo. En daar wil ik heel graag aan meehelpen. Beste mensen, alstublieft. Voor het volgende belangrijke moment gaan wij nu alles in gereedheid brengen. Er komen nog renners aan en die gaan een helm nu afzetten. Oké. Dames en heren. Graag willen we voor de start van deze profronde van Almelo even stilstaan bij het overlijden begin dit jaar van een van de oprichters van deze ronde, Harry Nijhuis. In het afgelopen jaar zijn naast Harry Nijhuis nog twee andere mannen van het eerste uur overleden. Vorig jaar was dat Wim Neeskens, recentelijk nog Gerrit Zwieneberg. Maar als er één mens is die onlosmakelijk met de profronde van Almelo verbonden is, kom je uit bij Harry Nijhuis. Want Harry was de profronde. Na enig tegensputteren van Willem Neeskens kreeg Harry in 1983 ook de beul uit Borne om. En dat betekende het ontstaan van de profronde van Almelo. En dat hem dat lukte, vond eigenlijk iedereen vanzelfsprekend. Want Harry had een gouden hand om medewerkers, bestuursleden en sponsoren aan te trekken en vooral slaagde hij er steeds weer in om hen te enthousiasmeren. En overal deed hij ideeën op. Het gehele land werd afgereisd om nieuwe elementen te vinden om zijn profronde te maken tot één groot volksfeest. Harry was de bedenker van succesformules. Koers en amusement moesten hand in hand gaan. Bourgondische trekken waren hem niet vreemd. Het feest in Almelo moest daveren tot in de kleine uurtjes. Want Harry was door burgemeester Harry van Roekel niet voor niets tot nachtburgemeester van Almelo gepromoveerd. Vanaf de oprichting was Harry bestuurslid. Waar anderen het na een aantal jaren voor gezien hielden, bleef de spil in het geheel Harry op zijn plaats. Ook toen hij enkele jaren geleden de functie erebestuurslid kreeg, bleef hij zich met de gang van zaken bemoeien. Want het was toch immers zijn ronde? En steeds zorgde hij voor verrassingen. Harry Nijhuis durfde bijna alles en had een trucendoos waarop een wereldkampioen goochelen jaloers zou zijn. Bovendien had hij altijd zijn antwoord paraat. Over zijn gevecht tegen zijn overgewicht zei hij: de dokter is zeer tevreden over mij. Alleen vindt hij dat ik iets te kort ben voor mijn gewicht. Harry Nijhuis legde de lat vaak hoog, heel hoog. Zelfs had hij wel oren naar een toerstart. En ook daarvoor trok Harry alle registers open. Door het overhandigen van een stropdas van de profronde van Almelo aan de tourspeaker Daniel Manjas kreeg slimme Harry met zijn pretoogjes zomaar de kans op de komst van het tourspektakel naar Almelo. Toch is dat niet doorgegaan. Vermoedelijk strooide Herman Vinkers roet in dat etentje. De Franse organisatoren hadden te horen gekregen dat de verkeerslichten zomaar van groen op rood kunnen springen in de feesthoofdstad van Twente. Dat was te veel van het goede voor Jean-Marie Leblanc. Hij wilde op de verkeerslichten kunnen vertrouwen. En dat zijn medebestuursleden hem enorm waardeerden, bleek wel uit het verschijnen van het jubileumboek ter gelegenheid van de 25e profronde. In veel van de daarin opgenomen verhalen staat Harry centraal. Zelfs de titel slaat op Harry. Een uitspraak van Peter Post, direct nadat de band van de fiets van Harry met een luide knal was gesprongen. Refererend aan het gewicht van Harry, sprak Peter Post de legendarische woorden: de fiets kan het niet helpen. Op 18 maart overleed Harry op 68-jarige leeftijd. Een markant persoon, nachtburgemeester van Almelo, gastheer van de gemeente bij Heracles, ridder in de orde van Oranje Nassau, maar vooral scherpzinnig mens en een warme persoonlijkheid. Na zijn overlijden waren we allemaal even stilgevallen. Bij Harry weet je het nooit.
Wellicht zit hij hierboven te kijken naar zijn ronde die zo meteen gaat beginnen. Ik weet zeker dat we hem allemaal willen bedanken voor alles wat hij voor de profronde van Almelo heeft gedaan en betekent. Harry was geen man van stiltes. Daarom vraag ik u allen om een ovationeel applaus. Wie weet kan hij het hierboven horen. Jullie zijn kanjers en Harry verdiende dit. We gaan alles in gereedheid brengen voor het vertrek. Heren, de helmen kunnen op. We hebben een leidersprijs. Premies worden steeds de ronde tevoren aangekondigd. En we gooien de beuk erin vanavond in Almelo. Want Harry zou niet anders gewild hebben. Parcours is vrij, wordt mij gemeld. Dus alles in gereedheid voor het vertrek. Kirsten Wild staat hier. Kirsten, alsjeblieft, kom even bij mij. De auto's kunnen oprijden. Kirsten, ga jij even hier tussen de mannen instaan hier. Fotografen, u kunt Kirsten Wild, de wereldkampioenen, nog even fotograferen tussen de grote kampioenen. U hebt nog 25 seconden de gelegenheid. En natuurlijk gaan we ruimte maken, dames en heren, want Kirsten Wild. Kirsten, jij krijgt. Kirsten, hier komen. Kirsten, alsjeblieft. Je krijgt hier van mij de microfoon. Ik sta achter jou. Jij vertelt iets leuks tegen de renners en stuurt ze op pad. Nou, mannen, geniet van het mooie Almelo en succes. En dan moet jij ze wegsturen. Vertrek. Goeie reis. Kijk, Lars Boom neemt het voortouw. En zo zijn we onderweg met de profronde Almelo. 2015, we zijn gestart, de kopstad van Lars Boom. En zo is het peloton onderweg in deze profronde. En wordt de rij gesloten door de man uit Raalte, Jasper Hamelink. De herencoureurs rijden rustig over het parcours en weten dat ze zometeen bij doorkomst even op moeten passen. Want we hebben nog de wagens die van het parcours afgaan. En dat weten de coureurs dus dat ze even op hun tellen moeten passen. De auto's van Schiphorst gaan van het parcours af. Ja, dat is meestal voor de Rabobank race af. Eerste passage, dames en heren, natuurlijk hier de doorkomst van Kamp natuurlijk, die gaat goed passeren. Eerst de motor erachter, daarachter Roy Curvers, aanvoerder van het peloton. Maar wie er allemaal in het peloton zitten, Aswin Krudders, die weet daar alles van. Dan mag ik hopen inderdaad, want ik heb de startlijst in de hand. En dan gaan we u vertellen dat er twee mannen van Astana aan het vertrek staan. Onder het nummer 1 Lars Boom en op nummer 2 Liewe Westra.
hebben we van Giant Alpes in de nummers 3, 4 en 5. Dat zijn Roy Curvers, Ji Cheng uit China en Ramon Sinkeldam. Van het Nederlandse topteam Lotto NL Jumbo met het nummer 6, Brian Bulgak. Nummer 7, Tom Lezer. Nummer 8, Barry Marcus. En op nummer 9, Bram Tankink. Dan hebben we van team Rompot Oranje Peloton liefst 6 renners aan de start. Nummer 10 is Mark de Maar. Nummer 11, Raymond Kreder. Nummer 12, zijn neefje Wesley Kreder. Dan hebben we Maurits Lammertink rijdend onder nummer 14. 15 is André Looy. En nummer 16, Mike Terpstra. Twee mannen aan de start van team Babydump. Dat zijn onder nummer 17, Nick Boom. En 18, Tristan Timmermans. Dan hebben wij van het team Bike Aid nummer 19, Maarten de Jonge. Twee renners van het cyclingteam Joop Piels. Dat zijn Tim Aries in onder nummer 20 en nummer 22, Adriaan Jansen. Twee mannen ook van het team Join S de Rijke, Ronan van Zandbeek en Koen van Meldvoort. Gisteren 1 en 2 in de ronde van Borne. Van het team Metec TKH, Rick Goeree, Jasper Hamelink en Jelle Wolsink, de man uit Hengelo. Dan hebben we van het Rabobank Development Team onder nummer 28, Joris Nieuwenhuis. Twee mannen van het team 3M, dat zijn broers Dylan van Zijl en Melvin van Zijl. En wie rijdt er aan de leiding, Arswin? De eerste kopgroep hebben we met Liewe Westra en achter hem de man die gisteren de Viro Criterium Cup Twente op zijn naam schreef, Robin Leuwik. En dat allemaal op een dag waarop hele mooie dingen zijn gebeurd voor Nederland. Vanmiddag rond de klok van 3 uur, toen hadden we een wereldkampioene. Toen hadden wij Daphne Schippers en wat ging ze snel. En tegen de klok van 6 uur hadden we een nieuw internationaal wielersucces. Ja, uit Drenthe heb ik begrepen. Bert-Jan Linneman wint een etappe in de Vuelta. Een lastige etappe. En hij was al vroeg in de aanval en hield stand. Kortom, en vanavond andermaal feest in Nederland. Profronde van Almelo. En mooier kunnen we het niet krijgen, want Brian Bulgak die zei het zojuist al. Het is schitterend om je eigen ploeggenoot te zien winnen. En hij wil vanavond dat feestje luister bijzetten door hier misschien zelf wel de profronde Almelo te winnen. Is dit een drone of is dit gewoon een sterke arm die naar beneden valt? Nou, volgens mij is dit een live televisie. Ik zie bekende toeschouwers zelfs al langs de kant staan. En zij melden zich op het scherm, net als de renners dat doen. En zo kunt u de koers op meerdere locaties volgen. Zo was ik gebleven bij de eerste 30 mannen van de startlijst. Nummer 31 is van het attackteam Gusto, Thomas Rabou. Nummer 32 is Wim Kleiman, hij rijdt voor het team Schepping Merckx. Dat doet ook nummer 33, Filip Kootstra. Nummer 34, Robin Leuwik. 35, Jasper Plender. En nummer 36, Bad Schipper. Hebben we van het team de jonge renner aan de start staan, Kevin Snijder. Met het nummer 37. En het laatste nummer in koers is het nummer 38. Een nummer van Daan Schouten, de man uit Almelo. En hij rijdt voor het team Senza Kanjes voor Kanjes. Een kopgroep komt weer door. Dezelfde kopgroep als zojuist. Met onder meer ook Roy Curvers naast dus Liewe Westra. Kortom, allemaal fenomenen die hier lekker tekeer gaan. We krijgen twee werelden van peloton met rap broeders natuurlijk. André Looy, hij won de eerste wedstrijd van het seizoen. Een afvalwedstrijd van de Rompot vakanties Oranje Peloton tijdens de zesdaagse van Rotterdam. Kim Schuring, dames en heren, gesponsord door de EMF Fashion Group.
gekleed door de Gallery Brand Store, stilt hier de show. En wij gaan bellen voor een premie voor de ingaande ronde. De koplopers komen eraan. Tingelingeling. Premie bij terugkeer voor de snelste man. Het is de man uit Almelo op kop, Filip Kootstra, met in zijn wiel Roy Curvus, dan Robin Leuwik. En dan zien we daar ook bijrijden Dylan van Zijl, gevolgd door Liewe Westra en dan Jelle Wolsink. Premie aangeboden door Grootgroener. Grootgroener, dames en heren, uw partner in beheer van openbare ruimte, onderhoud gazons, bermen en sportvelden. En toen zei Wilfred Haan, die ken ik ook, want bij ons in Nieuw-Leuzen zijn ze ook actief. En waar ik zei Jelle Wolsink, bedoelde ik Rick Goeree. Hij is de man van Maytech TKH in de kopgroep. De eerste kopgroep van de dag dus onderweg. En we gaan eens kijken wat zij met die eerste premies gaan doen. Eén premie op de aankomstlijn ligt hier in een mooie gesloten envelop te wachten in de juryruimte. Dus premie op de aankomstlijn, Grootgroener, uw partner in beheer, openbare ruimte, onderhoud gazons, bermen en sportvelden. En deze meneer is bij Houtbrocks geweest, dames en heren. Daar hebben ze PME's, Tetelwaard, McGregor, Opus, Betty Barclay en vele andere merken. Want Duttler is Houtbrocks geworden. Ja. U hebt vroeger bij Duttler gewerkt, was u de directeur van, hè? U deed vroeger de mannen aankleden hier van het comité, dat weet ik nog heel goed. Toen zagen ze strak uit. Houtbrocks dus. Daar komen ze aan, Eswin. Premie op de aankomstlijn, mooie sprint met Curvus. Ja, het is Roy Curvus die hem pakt inderdaad, Kees. Dat was een mooie eerste sprint. Roy Curvus is de man uit Limburg, rijdt voor dat team Giant Alpecin. Peloton komt zich hier ook melden. Wellicht dat we de motorfiets dadelijk even voor het peloton gaan plaatsen. Mevrouw, u ziet eruit net of u veel verstand hebt van voetballen. Denkt u dat Heracles gaat winnen van Twente? Sowieso. Met hoeveel? We maken er 3-1 van. 3-1? Ja. Mooie overwinning van Heracles. 3 punten in de tas. Dankjewel. Het gaat niet goed met Twente, maar met Heracles wel. Anane en de rest van de wereld zijn niet te houden. Ik teken ervoor, Kees. Zo wachten wij dus op de volgende doorkomst. Het was nog wel opvallend zojuist bij die doorkomst, want we hebben dus onder meer Liewe Westra in de kopgroep. En juist uitgerekend zijn schoonbroertje was de man die het peloton aanvoerde in de achtervolging. Dus Kevin Snijder, hij voerde het peloton aan. En we gaan kijken, want we krijgen alweer de volgende doorkomst in de wedstrijd. Met die kopgroep dus in de koers. Ja, en de motor die gaat voor het peloton rijden, want de kopgroep komt eraan met inderdaad het beest aan de leiding. Liewe Westra, dan gaat hij goed. Ja, en zo heeft dat zestal toch een behoorlijke voorsprong al opgebouwd. Dan zien we het peloton bijna in de finishstraat, komt nu voorbij. En is het het terrein van de mannen van het team Join S de Rijken. Zij voeren het tempo aan. Ronan van Zandbeek en Koen Vermeldvoort zijn de mannen voor in het peloton. HP Wellscreen wens u een prettige avond. InterSense Bikes and Parts. Rij net zo snel als de mannen van Senza Kanjers voor Kanjers Cycling Team op uw eigen Senza, geproduceerd in Almelo. En Sinters BV, het openbaar vervoerbedrijf in Twente, draagt de profronde van Almelo een zeer warm hart toe. Ain't
En als we het dan over Senza hebben, dan hebben we het ook over één van die Almeloze renners. Want Daan Schouten, de man op de nummer 38, hij komt uit Almelo en staat aan de start en rijdt op zo'n Senza. Hij is namelijk uitkomend voor het team Senza Kanjes voor Kanjes. Zo meldt de kopgroep zich weer met Goeré die de leiding heeft. Dan Curves, dan Lieve Westra. Peloton komt korter. 1, 2, 3 mannen. Ja, 2 mannen van Joins de Rijken. Daarachter een man van 3M. En die hebben hele grote plannen in peloton. Brammetje Tanking, Barry Marcus onder andere. Ja, ja, ja. Zo komen hier de mannen voorbij. Knallen, dat is de boodschap. Waar we toch zien dat het nu de mannen zijn van het team Rompot Oranje Peloton die zich aan het formeren zijn. Zij gaan met het hele groepje bij elkaar rijden. En dan is het vast en zeker niet lang wachten tot we hen in een groep naar voren zien schieten. Want zij zullen vast en zeker hier de koers willen controleren in de profronde Almelo. Profronde Almelo die u ook volgt op Twitter onder @profrondealmelo. En de hashtag is hetzelfde, #profrondealmelo. We hebben dus een mooi startveld hier in de profronde waarbij het peloton onderweg is. We zojuist die kopgroep hadden van 6 mannen. Maar ja, het lijkt er toch op dat de peloton weer dichterbij kwam. Ik denk dat er een hergroepering in de lucht valt. Uit de lucht gaat vallen, dames en heren. En de club met 160 directieleden. U zult zeggen, werkt dat goed? Jawel, dat werkt prima, dames en heren. Want prima netwerken via het regionaal ondernemerscontact. Daar komt de voorrijwagen, daar is de motor, daar komen de koplopers. En die koplopers zijn geen koplopers meer, want hier sluit het peloton net op dit moment aan. Het is Snijder die naar voren komt. En we bellen voor een mooie premie bij terugkeer. €500 bij terugkeer voor de snelste man. Premie bij terugkeer, mannen. En als dat dan niet opnieuw de koers overhoop gaat gooien, dan weet ik het ook niet meer. €500 dus in die premie. We gaan zo meteen kijken wie zich hier als eerste gaat melden aan de streep. Premie dus voor het complete peloton. Kijken wie de rapste benen heeft. Dat is hier de vraag, de boodschap. Preston Palace, the place to be. All inclusive. Lekker genieten, dames en heren, bij Preston Palace. En op het Preston Palace plein, en dat is hier... Komt vanavond nog een optreden voor u, dames en heren, van de wereldvermaarde Jannes. Speciaal voor de dames met een oranje-rozig jasje aan. Ashwin, sta jij op de streep, dan ga ik even de mannen tegemoet. Ik ga op de streep staan. Gaan kijken dadelijk naar de sprint van een peloton voor die premie van €500 op de aankomstlijn. Daar komen de mannen, daar komen de mannen in een mooie sprint. Oh. Een mooie sprint met Sinkeldam onder andere. Oh, wat een spannende. En het was hem wel, het was Sinkeldam. Hij haalde het net, Kees, voor Koen Vermeldvoort.
Vermeld wordt gisteren ook al tweede in de ronde van Bonne. Maar het leek er toch op dat het de Sinkeldam was die het haalde. Zo hebben die tweede premiesprint al achter de rug. Zo gaat het snel met de premies hier in de profronde Almelo. Is collega Kees Maas iets verder op het parcours inmiddels te vinden. En gaan we kijken wat voor ontwikkelingen we nog krijgen. Zojuist is het complete peloton bij elkaar. En het wachten is tot er zich een nieuwe kopgroep gaat formeren. Mooi peloton dus met diverse renners uit de World Tour. We zagen hem zojuist al van voren, Lieve Westra, de man die in het verleden al eerste was in de ronde van Denemarken. En ook al eens tweede in het algemeen klassement van Parijs-Nice. Man ook echt van naam. Man die veel heeft laten zien. En misschien ook nog wel in staat is deze profronde te winnen. We gaan het kijken. Kop wordt in ieder geval nu genomen door Melvin van Zijl. Hij is de leider in het peloton. En ik noemde eerder al de namen van Sandbeek en Vermeld voor het gisteren eerste en tweede in de ronde van Borne. En zojuist op kop van het peloton Melvin van Zijl. Hij viel gisteren net naast het podium, was vierde in Borne. Er zijn dus mannen die zich gisteren warm reden en vanavond ook voor hun het echte werk hier in de profronde Almelo. Zij gaan zich proberen te laten zien tussen die mannen van naam. Tussen bijvoorbeeld Lieve Westra, Lars Boom, Roy Curvers. Bram Tankink. We gaan eens kijken wie zich weet los te maken in de wedstrijd. Wie de volgende aanvallers zijn in de koers. De ondernemers, dames en heren, van het regionaal ondernemerscontact zijn aan het netwerken. En dat is een hele goede zaak. Preston Palace, the place to be. Preston Palace, dames en heren, waar iedereen naartoe gaat voor een complete vertroeteling. Een compleet peloton dat hier voorbij komt. Waar zich een Almeloze trein aan het vormen is, Kees. Met Daan Schout aan de leiding. En de tweede man komt eveneens uit Almelo, Wim Kleiman. Tim Arisse was de man die het peloton hier afsloot. Man van het cycling team Jopiels. Als je kijkt, dit is de leidersprijs. Man met het nummer 2 heeft 4 punten. Die ken je wel. Die ken ik zeker. Die kent het publiek hier ook. Dat is Lieve Westra. Dat is goed, hè? Dat is heel goed. Want leidersprijs, dames en heren, dat wil dus maar één ding zeggen. De man die het vaakst als eerste over de streep komt, is de winnaar van de leidersprijs. En Lieve Westra heeft goede papieren. Synthes BV, dames en heren, openbaar vervoerbedrijf in Twente, draagt de profronde van Almelo zeer warm hart toe. Het regionaal ondernemerscontact, interessant netwerk met bijeenkomsten waarbij netwerken, kennisoverdracht en inspiratie voorop staan. 160 leden, regionaal ondernemerscontact.
En dat terwijl de lampionnen alweer aan zijn. En dat wil zeggen dat de renners in aantocht zijn. Dat we de volgende doorkomst bijna hebben. De renners komen zo dadelijk uit de Dimotech-bocht. Uit de Dimotech-bocht, daar komen ze uit tevoorschijn. En de eerste man die tevoorschijn komt is Raman Sinkeldam. En dan Lars Boom, hij gaat mee. De man rijdt het onder het nummer 1. Het peloton volgt op een niet al te grote achterstand. Mooie poging om weg te kletsen, dames en heren, van die twee mannen. Raman Sinkeldam en Lars Boom. Twee mannen in hele goede doen momenteel. En de renners zijn verdwenen in de Witzandbocht. Al meer dan 120 jaar uw betrouwbare partner in hout- en bouwmaterialen. Ze zijn nu door bocht 2 gegaan. Elementenbouw Hagenbocht. Hagen, dames en heren, voor alle kunststof kozijnen. En daar hangt ook het doek van Wis Workswear. En dan gaan ze op weg naar de Opel Kampbocht, dames en heren. Opel dealer Kamp heeft ook een eigen bocht geadopteerd. Zo hadden we dus zojuist twee mannen die het probeerden. Lars Boom, de man in het lichte blauw, in de kleuren van Team Astana. Dit jaar al winnaar van een rit in de Ronde van Denemarken. En we zagen bij hem ook de man in de kleuren van Giant Alpecin, Raman Sinkeldam. En ook hij wist dit jaar al te winnen, want hij won in Duitsland de Garmin Veloton Berlin. Mooie eendaagse wedstrijd. Zie daar rode lichten, dames en heren, op de mooie fakkels. En dus komen er renners aan. En ik zie er rook bij, dus dat zegt misschien wat over het tempo. Hier zijn de koplopers in ieder geval. Lars Boom en Raman Sinkeldam. En die nemen voorsprong. Die rijden weg uit peloton. En Bram Tankink gaat op zoek naar de twee mannen aan de leiding. De meest ideale schoonzoon, dames en heren, van Nederland en omstreken. Het is Tom Lezer die je peloton aanvoert, maar die beschermt zijn kopman, zo lijkt het dan. Bram Tankink is dus in de aanval. En Tom Lezer houdt het peloton toch een beetje in de wacht. We hebben voor u gekeken op het Preston Palace Centrumplein. En de renners zijn weer op weg naar het Urenco Kinderplein, ofwel de Korenmarkt. Zo hebben we dus het eerste deel van de profronde Almelo, de profwedstrijd ingeluid. Zijn we onderweg, de eerste premies zijn verdeeld. Maar het grote spektakel, het finale spektakel, daar gaan wij naartoe werken. We gaan een mooie koers zien, zo merken we ondertussen al. En gaan bij de volgende passage eens kijken of het gelukt is. Of Bram Tankink voor zijn supporters, want ik zie de Lotto Jumbo vlag al hangen voor zijn supporters. Of hij dan toch, ja, dan zwaait hij inderdaad, of hij de aansluiting weet te maken. Ik zie daar de vlaggen al van Lotto NL Jumbo, dames en heren. Die zijn daar duidelijk waarneembaar. Zijn er 2 of 3 koplopers? We gaan het allemaal zien. En wat is de actie? 2 mannen aan de leiding. 2 mannen. Kom aan, Bram, rijden, jongen. Brammetje Tankink op zoek naar de 2 mannen aan de leiding. Kom aan, Bram. Aanmoedigingen voor Bram Tankink. Laat je horen. Hij heeft ze nodig, dames en heren. Ook richting de Witzandbocht. Ja, Kees, en dan is het wachten op het peloton. Het peloton met de rompotvakanties aan commando. Eind september, dames en heren, nog de Oranje Peloton Toertocht vanaf Paleis Soestdijk. Goedgekeurd door Prins Bernhard en voormalige koningin Juliana. Ik hoor zojuist dat het verschil tussen het peloton, of tenminste de 2 koplopers in het peloton, 20 seconden is. Dat is de moeite. Dus kijken waar dat goed voor gaat zijn. Het is toch afwachten in die koers. Wat er nog kan gebeuren. En ja, Tankink, hij heeft rond het hele parcours heeft hij nodig de aanmoedigingen. Want ja, anders wordt het toch knap lastig om bij die 2 leiders te komen.
telefoon voor Aswin Kruders. Telefoon voor jou. Telefoon voor mij nog? Ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd. Je vriendin aan de lijn. Wie? Je vriendin aan de lijn. Dat mag ik niet open, want die staat vlakbij me. Dan krijg ik ruzie. Nog steeds twee koplopers. En daar komt Bram Tanking. Hij komt dichterbij. Hij rijdt nog op 28 meter. Gaat hij niet halen hoor, Kees. Hij moet er naartoe. Denk jij dat het lukt? Hij moet doorduwen. Kom aan, Bram. Alles uit de winkel, jongen. Zo gaan we zien of Tanking toch dan in staat is om bij die twee mannen te komen. Hier we gaan een motor plaatsen voor het peloton. Motor voor het peloton. En de voorsprong groeit van de koplopers in de wedstrijd naar 25 seconden. Hoe kan het zijn dat er een Terpstra op kop rijdt van het peloton? Ik dacht Terpstra in de ronde van Spanje reed. Nou, dat kan toch niet dan? Oh, die rijdt daar in een rood-wit-blauwe trui. En hier rijdt onder nummer 16. Het oranje van Mike Terpstra inderdaad. Ja, ook aan de stad dus de broertje, het jongere broertje van onze Nederlands kampioen Nicky Terpstra. Ja, en nu hebben we vandaag hem aan de stad. Misschien volgend jaar Nicky wel weer. Oké. Okay. Dan gaan we eens kijken wat Mike Terpstra kan. Dat is wel een man die ook zeker wel in staat is om wat moois te laten zien. De man van Roompot. Met dit jaar 14e op het Nederlands kampioenschap in Emmen. We gaan dus zien wat hij zich kan laten zien. Sterker rennen. Het jongere broertje dus van Nicky Terpstra, de Nederlands kampioen. Hij is er vandaag niet bij, zijn broertje wel, Mike. Man van Roompot Oranje Peloton. We gaan kijken waar hij toe in staat is. In ieder geval op dit moment op kop van het peloton. Ik zie weer het Red Light District. Ik zie de rode lichten. Twee of drie koplopers, dat is de vraag. Oh, Kees, wat spannend. Hij zit er nog niet bij. Kom aan, Bram, jongen, er naartoe. Kom aan, even de oversteek maken. Hupsakee. En dan richting de bocht maakt hij op dit moment dan toch de aansluiting. Dames en heren, we hebben drie koplopers in de wedstrijd. Ramon Sinkeldam, Lars Boom en Bram Tanking. Peloton, dames en heren, meldt zich hier met Mikey Terpstra aan de leiding. Nou, de rij gesloten wordt door Koen Vermeldvoort. Maar Terpstra die toch een behoorlijke inspanning levert op kop van dat peloton. We moeten een motor voor het peloton, Aswin, dat moeten we even regelen. Dat is voor de veiligheid. Dan gaan wij dat regelen. Als we dat doen, dan is de juryvoorzitter ook weer tevreden. En Louise, ik wil je verder niet bang maken. We hebben drie koplopers. We gaan daar beginnen aan een klassement over twee ronden. Twee ronden lang, 3, 2 en 1 punt. Puntjes bij elkaar optellen. En wanneer de winnaar met de eerste prijs aan de haal gaat, dan pakt hij 1000 euro. De tweede prijs is 0 euro. Kortom, dat is een keihard klassement. Dus alle camera's ook weer in stelling, want we gaan dadelijk beginnen met belangrijk nieuws. De auto komt eraan. Autobedrijf Kampen, dames en heren, de Opel dealer. En we gaan bellen, klassement over twee ronden. Klassement over twee ronden, 3, 2 en 1 punt. De winnaar van het klassement pakt 1000 euro, de tweede man 0 euro. En dan is het wachten, rijdt de kopgroep steeds iets verder weg. 1000 of niks. Dan wist ik het wel. En we hebben inmiddels een motor voor het peloton. Hier zijn de mannen van het peloton en inmiddels daar een motor voor. En de mannen van het oranje peloton, Roompot Vakanties met drie man op kop van het peloton. Het klassement over de twee ronden, geadopteerd dames en heren door hele fijne sponsoren. Die wij natuurlijk super dankjewel willen zeggen. Preston Palace heeft het klassement geadopteerd. The place to be, Preston Palace. Zo wachten wij tot we zometeen de mannen weer voorbij zien komen in dat twee ronde klassement.
3-2-1-punt nu op de streep. En we bellen meteen door voor de tweede ronde. Ook met 3-2-1-punt. Allemaal voor die 1000 euro. Er zijn dagen bij dat ik ze wel verdien, maar niet krijg, mevrouw. Hallo, hebben ze het al gezegd tegen u vandaag? Wat hebben ze tegen mij gezegd? Dat u een leuke vrouw bent. Nee, dat hebben ze nog niet gezegd. Ik ben de eerste. Nou, dank u wel. Oh, Aswinden, kom eens aan. De drie mannen voor het tweede ronde klassement. 3-2-1-punt op de streep. 3-2-1-punt. Sinkel dan, boom. En Tanking zegt, ah, oh, daar kan ik niet bij. Asin, wie won er? Nou, dat ga ik je niet kunnen vertellen. Ik moet het oordeel afwachten. Het was in ieder geval of de man in het blauwe Lars Boom of anders Ramon Sinkeldam. En dan 1 punt voor Bram Tanking. Dat weet ik met zekerheid. Maar dit was een heel close finish. En het was Lars Boom die de 3 punten pakt. Juist, en we terug hier de tweede sprint voor het programma 1000 euro of niks. Dan zijn we toch blij met dat oordeel van de jury, want zij konden het uiteindelijk vertellen dat het Boom was die 3 punten pakte. Sinkeldam met 2 punten en Tanking 1 punt. Maar als nou Sinkeldam nu de sprint wint en Boom wordt tweede, dan... is de laatste sprint doorslaggevend. Heel goed, dus dan wint Sinkeldam. Dus Boom heeft nog niks gewonnen. Er heeft nog helemaal niemand iets gewonnen. Hij ziet de flap, 2 flappen van 500 euro, ziet hij daar, maar hij heeft nog niks gewonnen. We gaan kijken wie van de 2 mannen zojuist het kruid verschoten heeft en wie dan toch nog de zegen kan pakken in dat 2-ronde klassement. Ik zie dat de broer van Maart Smeets aan een lekker broodje bezig is, dames en heren. Hij zegt, oh, wat kun je hier genieten. Ja, en zo wachten wij en wachten wij. Ik ga kijken in de bocht Top One Toys. En daar komen de man. Tanking, Sinkeldam, boom. Oh. Nou, en weer durf ik het niet te zeggen. Nu leek het Bram Tanking. Of was het Sinkeldam? En wie gaat dan uiteindelijk de meeste punten pakken? Rustig optellen, niet nerveus worden. Gelukkig is dat niet aan mij, maar aan de jury. En mag ik het rustig afwachten? Nog altijd de mannen van team Roompot Oranje Peloton. Met z'n 4 op kop in het peloton. Zij voeren de grote groep aan. Heeft Jan Kramer zijn video al geraadpleegd? Daar wordt op dit moment heel nadrukkelijk naar gekeken. En ik hoor dat nummer 9, Bram Tanking, doordat hij de punten pakte, op 4 punten komt. Ramon Sinkeldam, 4 punten. En Lars Boom, 4 punten. En dat wil zeggen dat omdat... Bram Tanking die laatste sprint won. Hij degene is die de leidersprijs wint. De ideale schoonzoon, dames en heren. 1000 euro rijker. En ik noem het wel een leidersprijs, maar het was natuurlijk 2-ronde klassement. Gewonnen door Bram Tanking. Aangeboden door Preston Palace. The place to be. Dan loop ik ook even langs de mensen heen en dan zie ik een man die ik toch normaal bij een ander evenement zie. Joop Hassink, voorzitter, noem het voorzitter bij de Enschede Marathon. Ja, dat klopt. Hoe is het om hier bij de profronde Almelo dan op bezoek te zijn? Nou, prachtig om te zien. Leuke ambiance. Hè. Doet een beetje marathon achteraan. Leuk, al die mensen langs het parcours. Veel enthousiasme. Komt vaak iets voorbij. Ook heel mooi. Gaat net iets harder aan het hardlopen. Ja, het gaat, je moet wel goed opletten. Ze zijn zo weer voorbij. Hè. Komen ze weer, opletten. Doe je inspiratie op hier ook, Joop? Nou, het is altijd leuk hè, om te zien hoe evenementen worden georganiseerd en je steekt er altijd iets van op. Veel plezier. Dankjewel, jij ook. Zo die 3 koplopers met Tanking, die de leiding overgeeft aan Sinkeldam en dan Lars Boom. En als 4 maal Roompot vakanties, vakantie Oranje Peloton, 4 man op kop van Peloton. Die mannen gaan tekeer zeg.
En er is een mevrouw die zegt, ik ben altijd bij FC Twente geweest, maar ik ben nu supporter van Heracles. Goed idee, mevrouw. En nu hoorden ze juist Job Hasking, dus van de Enschede Marathon, ook een van de grote evenementen in de regio. Daar kunt u in april volgend jaar weer terecht. Vanavond dus die profronde van Almelo en we hebben nog altijd 3 koplopers in de koers. Ik kan melden, dames en heren, dat ik vroeger in een box heb gezeten, maar dat de boksen van Jannes nu ook het parcours zijn overgestoken. Zijn de boksen van Jannes. Daar zijn ze alweer, de lampionnen. Gaan we kijken naar die kopgroep van 3. Althans, als die kopgroep er nog is. Zinkeldam dus. Lars Boom en Bram Tankink. Tankink in 2005 al de winnaar van de profronde Almelo. En hier dan de volgende passage met Tankink aan de leiding. Gaat goed met Bram, daar komen de mannen van peloton. Nog steeds 4 mannen sterk. Allemaal mannen van Bogert en Breuking. En dan is het de man uit de regio, uit Twente. De 4e man in de rij bij team Rompot Oranje Peloton. Maurits Lammertink, wat gaan we nog van hem zien? Hij dus onlangs, vorige week dus de winnaar in de Tour du Limousin. De slotetappe wist hij daar te winnen. Zijn eerste profzege. En we gaan eens kijken of we van hem nog wat mogen verwachten. En zo wachten wij weer ongeveer 1 minuut 3 kwart doen ze over 1 rondje de mannen in het peloton. En dan zijn daar die pionnen. En lang hebben ze achtervolgd. De mannen van team Rompot Oranje Peloton. De coureurs in het oranje van die volledig Nederlandse ploeg. En zijn zij er dan weer bij die kopgroep van 3. Ze zijn erbij en er lijkt direct een nieuwe kopgroep geformeerd te worden. Onder leiding van Tom Lezer. De oversteek van Liewe Westra. En nog altijd is het Koen Vermeld voor die de rijen sluit. De man die in het verleden in 2008 nog wist te winnen in de ronde van Drenthe. En hij sluit dus de rijen in het peloton. Dan gaan we kijken of er zich dan inderdaad een nieuwe kopgroep formeert in de koers hier in de profronde Almelo. Maar de mannen van 1 Twente de camera nog even controleren. De camera die live beelden opneemt van de wedstrijd hier in de profronde.
Daarmee wachten en wachten wij weer. Zagen we zojuist dat het een aantal renners waren die het probeerden, opnieuw probeerden om weg te komen. Waar we lange tijd die kopgroep van drie hadden. De kopgroep met Sinkeldam, Tankink en Boom. En wie zijn dan nu de mannen? Hebben wij een nieuwe kopgroep? Op de beelden is het te zien dat zich toch weer een kopgroep formeert. En dan zien we dat het Snijder is aan de leiding. Kevin Snijder, een van de jongens van Cel. Maurits Lammertink is mee. Ronald van Sandbeek, Tom Lezer. We zagen ook Liewe Westra, hij sloot de rijen. En de buitenlandse deelname komt uit China. Cheng Yi van Giant Alpecin zit in de kopgroep. Die was vorig jaar was dat een soort cultfiguur die in de Ronde van Frankrijk daar inderdaad steeds aan een staartje bengelde. Maar in China was hij waanzinnig populair. Maar hij was zo lang van huis dat zijn aanstaande schoonfamilie zei, we vertrouwen er niks. Kom jij maar eens terug naar China, dan zullen we jou wel eens even terug bij de les brengen. Dus Zhang Yi, dus inmiddels weer terug hier in het peloton na die Ronde van Frankrijk van vorig jaar, waarin die meneer een grote man was. Ja, want wellicht voor heel veel publiek de man aan de staart van het peloton, maar hij werd niet voor niets door zijn ploeggenoten de attack killer genoemd. De man die de aanvallen van de dag terug wist te halen. Onze Chinese man nu op dit moment voor in de koers, Zhang Yi. Pakken de koplopers weer beet, dames en heren. De koplopers hebben er zin in. En de grote man, dames en heren, van de heerlijkheid Limousin, is de man die op kop zit te sleuren, zit te beuken. Hij won een etappe, werd vijfde in het totaalklassement en werd nog vierde in de druivenkoers van Overijse. Kortom, die Maurits Lammertink lekker onderweg onder de boog door van de Rabobank. De bochten aangesneden zijn de bochten dus van Witzand, de bochten van Elementenbouw Hagen en de bochten van Opel Dierenkamp en de bocht van Dimotec. En die verzorgt hier het geluid. Mooi, mooi, mooi. Goed te horen. Heel goed te horen, Kees. En zo hebben wij die kopgroep weer door en wachten wij op onder meer de volgende sprints. Zo is het peloton onderweg op die straten hier in de profronde Almelo. En zien we de lampion, Kees. En wat betekent dat? De kop van de wedstrijd gaat zich melden. Aanvoering van Liewe Westra. En de mannen bij elkaar. We bellen voor premie bij terugkeer. Premie bij terugkeer. 500 euro bij terugkeer. Premie aangeboden, dames en heren, door Houtbrocks. Duttler is nu Houtbrocks geworden met nieuwe merken zoals PME, State of Art, McGregor, Opus en Betty Barclay. En vele andere merken. Houtbrocks Almelo nodigt u uit. En dan gaan we zien of het zometeen ook opnieuw Westra is die zich gaat melden voor die 500 euro in de premie die zometeen te vergeven is. We kijken nog even bij de chef leidersprijs.
Chef Leidersprijs zegt Lieve Westra. Op dit moment 5 punten. En voor de renner met het rugnummer 5 hebben we 4 punten. En rugnummer 5 wordt gedragen door Ramon Sinkeldam. Ook 4 punten voor Lars Boom. Dat zijn de toppers in het klassement van de Leidersprijs. Preston Palace en het regionaal ondernemerscontact. 160 ondernemers in de kopgroep voor het netwerken. We wachten op de lichtjes, want als ze dan gaan komen, de mannen, dan wordt er hier gesprint. En Kees, ik zie de fakkels aangaan. Nou, de sprinten voor die premie van 500 euro. We gaan kijken, want we hadden zojuist het peloton bij elkaar. We gaan kijken naar die mannen. Oh, Assen, je staat op de streep. En de camera's die gaan nu snorren. Want daar komen de mannen. Sprint voor een premie op de aankomstlijn. Een mooie sprint hier. En sensatie. Sensatie van Kevin Snijder. Hij is het die de premie pakt. En dan moet Lieve Westra toch wel omlagen, zie ik. Het is zijn schoonbroertje die hier de 500 euro pakt in de profronde Almelo. Kevin Snijder, de man die rijdt voor de jonge renner, dames en heren, een club uit het West-Brabantse land. Dames en heren, dus om 10 uur vanavond, Jannes. En Jannes, dames en heren, die krijgt hier natuurlijk met Daniel Oostra, Juan Nix, Gerard Ekdom, René Vroger. Kortom, allemaal een prachtig nachtconcert. Het gaat daveren, dames en heren. En daar zullen ze in Enschede nog maanden jaloers op zijn. Almelo altijd wat te doen, dat klopt precies. En ze zijn er alweer, de lichtjes in de finishstraat. En dat wil niets anders zeggen dan dat we de volgende doorkomst krijgen. En heeft zich dan misschien door die premiesprint de kopgroep geformeerd? We gaan het zien. We hebben koplopers, 2 man. Heel licht vooruit zien we opnieuw die groene helm. Het is Rick Goeree samen met Robin Leuwik, Ronan van Sandbeek. Dan zien we dat de rij gesloten werd door Tom Lezer. En daartussen zat nog met de nummer 29 Dylan van Sel. Groot Groener, dames en heren, uw partner in beheer openbare ruimte, onderhoud gazons, bermen en sportvelden. Houtbroks, want Duttler is nu Houtbroks geworden. Merken zoals PME, State of Art, McGregor, Opus, Betty Barclay en vele andere merken. Houtbroks Almelo nodigt je uit. HP Wellscreen wens u een prettige avond. Intersense Bikes and Parts. Rij net zo snel als de mannen van het Senza Kanjers voor Kanjers Cycling Team op uw eigen Senza. Geproduceerd in Almelo. We hebben Sintus BV. Sintus BV, dames en heren, het openbaar vervoerbedrijf in Twente. Want dat draagt de profronde van Almelo een zeer warm hart toe. Het regionaal ondernemerscontact met 160 deelnemers bieden zij deelnemers een interessant netwerk met bijeenkomsten waarbij netwerken, kennisoverdracht en inspiratie voorop staan. En natuurlijk hebben wij Preston Palace, the place to be, hier in Almelo. Preston Palace. Erg leuk voor feestjes kan ik melden, Kees. We komen te zwemmen onder meer dat Preston Palace. En we zien dat de renners door gaan komen. En die zullen ook vast en zeker een aantal wel bij Preston Palace al zijn geweest. Jouw vriendin zei tegen mij, daar ga ik graag naartoe. Want dat is alles inclusief. Heb ik mijn portemonnee niet elke keer open te trekken. Kortom, dat is makkelijk, zei ze. Inderdaad, met mijn vriendin of met gewoon de hele familie. Familiefeestjes, perfect kunt u daarvoor terecht bij Preston Palace. Ook Tom Lezer heeft inmiddels bij de leiders aangesloten, maar het peloton is niet ver weg. Oh, my, my,
Mag ik u iets vragen? Wat doet u hier allemaal opnemen en wat doet u daarmee? We zijn namens TV Enschede, 120. En we doen de beeldregistratie van in principe de hele profronde. En waar kunnen we dat op bewonderen? Bij 120. In Twente kunnen we dat allemaal zien? Ja. Oké, helemaal goed. Ik hoor zojuist op de livestream. Er wordt hier vanaf de kant toegeschreeuwd, dus dat kan niet missen inderdaad. En waar is die livestream dan te vinden? Op tvenschede.nl en dat hier in Almelo. TV Enschede? Ja, Kees. Goh, veel gekker moet niet worden. Laten we het dan zo zeggen dat Enschede daar in Almelo vanavond een klein beetje aftroeft. Maar morgenavond dat troeven we met Almelo Enschede af. Wat zegt u? Avisie.nl/profronde. Avisie.nl/profronde. Dan kunnen we dat allemaal volgen. Hoho, goed zo. En toch zou ik er uiteindelijk voor kiezen om lekker hier langs de kant met te komen. Met commentaar van jou, Ersin, dat zit er allemaal bij. Ja, ik weet niet van wie. Ik denk van ons beiden. We gaan eens kijken. Naar de volgende doorkomst. Hey. Hij gaat goed. Hij wil de leidersprijs. Liewe Westra. Met Daan Schouten, Maarten de Jonge en opnieuw Cheng Yi. Vier nieuwe koplopers. Woldering Technische Installatie BV. Voor uw installatiewerk moet u bij Woldering Technische Installaties in Wierden zijn. Bloemenderij Diana levert de bloemen voor de huldigingen bij de profronde. EMF Fashion Group. Verzorgen de complete modeshows op maat. Organiseren de show van A tot en met Z, inclusief professionele modellen. Choreografie, podium, licht, geluid, projectie. En natuurlijk alle regie en coördinatie. Ook het inhuren van hostess modellen voor een beurs of opening. Voor winkelcentrumshows, modeflitsen en openhuizen. Je kunt terecht bij EMF Fashion Group. En Jan Kramer zei tegen mij, ook voor dressmen kun je bij EMF terecht. En voor premies rij onder meer in de profronde Almelo. En dan zien we dat de leidersprijs op dit moment in handen is van Liewe Westra. Hij pakte zojuist weer een punt en zit op dit moment, Kees, op 6 punten. En de eerste achtervolgers met 4 punten onder nummer 5 is Ramon Zinkeldam. En eveneens 4 punten voor het nummer 1, Lars Boom. 3 punten dan voor het nummer 9. En dat is het nummer van Bram Tankink. Zij zijn dus de renners die het vaakst als eerste over de streep komen. En de leiding in handen op dit moment van Liewe Westra. Aan de doorkomst krijgen. En zijn het die 4 koplopers? Ja, en dan wordt de rij gesloten door de man uit Almelo, Daan Schouten. Cheng Yi. Cheng Yi is de man op kop inderdaad. En daarachter dan Maarten de Jonge uit Oldenzaal. Vervolgens Liewe Westra. En dan dus Daan Schouten. En op kop een andere Almeloer, de man die gisteren de Vier Criterium Cup Twente op zijn naam schreef. Hij rijdt in de blauwe leiderstrui van dat klassement. Robin Leuwik uit Vriesenveen. We blijven kijken naar die verschillende doorkomsten. Ook achter op het parcours veel publiek ziet dat de kopgroep er in de wedstrijd zojuist was. 4 mannen aan de leiding. Vier mannen dus aan de leiding uit diverse regio's in Nederland en ook uit het buitenland. Want onze Chinese man Cheng Yi zat erbij, de man van Giant Alpacin. Die inmiddels alle 3 de grote rondes al reed. De Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta a España.
En dat met een mooie auto die weer voorbij komt. En daarachter de coureurs. We wachten op de man aan de leiding. En we hebben, zo lijkt het, één koploper. En die komt uit Oldenzaal. Maarten de Jonge is er solo vandoor. Ja, en de jongen neemt toch direct een behoorlijke voorsprong. En dan is het Daan Schouten die het werk daarachter doet. Dan Liewe Westra en dan Cheng Yi. En die zien dan toch dat de jongen ver is weggereden. En hier al het peloton. Onder leiding van Roy Curvers en Ramon Sinkeldam. Maarten de Jonge, dus de renner aan de leiding. De jongen dit jaar nog rijdt in een opvallende aantal wedstrijden. En één daarvan was de La Tropicale Amisa Bongo. De koers in Gabon, waar hij 11e werd in het eindklassement. In Gabon dus helemaal die kant op ging hij. De man uit Oldenzaal. En was onder meer ook actief in de Chinese koers Tour of Qinghai Lake. Een echte globetrotter dus, maar inmiddels weer terug in eigen regio. En op dit moment solo in de aanval in de profronde Almelo. Maarten de Jonge van Bright, Bike 8. Bright Access, dames en heren. Internet mede mogelijk gemaakt door Bright Access. En de social media mede mogelijk gemaakt door Lamp. Lamp, dames en heren, zorgt ervoor dat wij lekker over de grenzen heen gaan. En Heringa Mode, al jaren een begrip in Almelo. Heringa Mode hangt de leukste en nieuwste collectie damesmode voor u klaar. Heringa kleden ook de dames van het bestuur van de profronde van Almelo. En de heren van het bestuur zijn daar helemaal blij mee. Welkom bij Preston Palace. Bezoek ons bruisende uitgaanscentrum met gezellige barstraat, topartiesten, goed eten en lekker drinken. Altijd gezellig, altijd al in. En met de motor hebben we ook Maarten de Jonge nog altijd de koploper in applaus, de koers. Applaus hoor ik, dat hoor ik. Ja, dat is goed. Laat je horen voor zo'n kanjer. De man die de beuk erin gooit. Onder de Rabobank doorgebogen door. En ook hier de achtervolgers met Cheng Yi, Daan Schout en Liewe Westra. En dan het peloton onder aanvoering van Barry Marcus. Zo hebben wij dus meerdere aanvallen inmiddels gezien. Zien we nog altijd dat de jongen de leider is in de wedstrijd. Maar wachten wij dus op een misschien nog wel groter commando als het gaat van de mannen van Lotto Jumbo. Of toch dan weer die mannen van Team Roompot Oranje Peloton. Wie zijn het die hier in de aanval nog zullen gaan? Wie gaan het hier proberen om toch die profronde Almelo 2015 op hun naam te schrijven? We wachten dus af wie de opvolger wordt van Tom Veles. Veles vorig jaar de winnaar hier in Almelo. De renners komen hier elke keer onder de boog door, dames en heren. En u kunt zelf lezen wat erop staat. Als u denkt, u moet mij daarbij helpen, kan ik u wel helpen. Er staat op Brussen en Masseling. Dat zijn namelijk de Twentse advocaten. En als u zegt, zijn die goed? Nou, ik kan u één ding verklappen. Als ik steun nodig heb, dames en heren, uit de rechtskundige hoek, dan ga ik naar Brussen en Masseling. En eens kijken hoeveel steun de coureurs nodig hebben. Want als u die handen eens op elkaar brengt voor die mannen als ze langskomen, dan hebben ze daar ook wat aan. En dan gaan ze misschien die koers nog wel eens wat verder laten ontbranden. We gaan eens kijken, want de mannen zijn in aantocht. De man uit de regio natuurlijk aan commando. Gaat goed, gaat als een speer. Rijdt hij nog op kop? Daar is de vraagteken. Jawel, goed, laat je horen! En dan ook voor de mannen in de achtervolging, want dit is de man van Roompot. Dat is André Looy. Hij is de eerste achtervolger. En dat is de man, dames en heren, die de eerste afvalwedstrijd in het kader van de Roompot-vakanties Oranje Peloton is te winnen tijdens de zesdaagse van Rotterdam. André Looy, man met turbodijen, spieren als kabeltouwen. En als u Guido Eggermond hebt gevonden, dames en heren, wordt u vriendelijk verzocht om hem even terug bij mij te bezorgen.
En dat terwijl we dus ook nog wachten, of tenminste in de koers wachten op de volgende aanvallen. Waar we dus zagen of dat Maarten de Jonge onderweg is. Misschien dat hij dan teruggepakt gaat worden door Loy en misschien ook niet. Op dit moment nog 30 ronden te rijden in de profronde Almelo. We gaan kijken naar de doorkomst. En is het dan de jongen die nog altijd... Nee, het is Loyke. Loyke op kop. Loyke. Oh, goed. Hij is erbij gekomen bij de jongen. Hier de achtervolgers is het opnieuw Westra. En dan krijgt Rick Goeree met zich mee. Dan zult u misschien merken dat het op elkaar ruimt. Dan doet het inderdaad Rick Goeree met zich mee. Dat zijn de twee achtervolgers. Goeree en Lieve Westra. Hallo, hallo, ik ken u wel. Hallo, hallo. Zo gaat het licht weer branden. En een jong meisje zit op de schouder van haar papa en die zegt, oh, ik zie het goed, papa. Hier zijn de koplopers. En die gaan goed. En ik kom keihard binnen, hoor ik ineens. En dan krijg ik ook direct te zien dat we twee koplopers er dan toch bij krijgen. Westra en Goeree lijken aan te sluiten bij de jongen en Aloy. En in de achtervolging wordt het peloton geleid door de man uit Limburg, Roy Curves. Heeft Maarten de Jonge inmiddels voor de leidersprijs al voldoende punten om in de warme nek van Lieve Westra te blazen? En die nek van Westra gaat in ieder geval dan 6 punten laten zien. Dat is op dit moment het geval. En als ik dan kijk naar Maarten de Jonge, die heeft 3 punten weten te verzamelen. Oké. Okay. Dus Westra nog steeds aan het commando. Westra is de leider inderdaad als het gaat om de leidersprijs. Preston Palace en regionaal ondernemerscontact, dames en heren. Ofwel Brand Identity Services, Retail Services. Alles goed. 160 ondernemers bij het regionaal ondernemerscontact. Toen dacht ik, ik wil het weten, hoor jij nog steeds bij mij? Ik hoorde plots je stem doorheen mijn dromen. Jouw mooie woorden bleven me bij. Ik kan je niet weerstaan, ik ben verloren. Zo is het telkens wachten tot de coureurs onder de weekrand.nl boog doorkomen en zich dan melden in de finishstraat. En gaan we dus ook nu weer zien dat zij zich melden voor de doorkomst. Met de auto die voorbij gaat komen, dan de motor en dan de eerste coureurs. En hebben wij dan een kopgroep van 4?
Ik tel er op het scherm 3 volgens mij. We gaan eens kijken bij doorkomst. Zijn het er 4? Het zijn er toch een 4. 4 koplopers in de wedstrijd. Maarten de Jonge, Lieuwe Westra, André Looy en Rick Goeré. En Looy kan nog lachen. Die weet dat hij met deze kopgroep misschien wel de snelste benen heeft. Achtervolgers komen door. Het zijn de mannen van Lotto en El Jumbo die het commando voeren. Onder leiding van Barry Marcus. Ook een man met een snelle sprint in de benen. En achterin het peloton wordt de rij gesloten door de renner onder nummer 31. Thomas Rabou rijdt het voor het attack team Gusto. En, net als de jongens ook hij in Globe Grotte. Want hij wist dit jaar al een rit te winnen. De derde etappe in de Tour de Kumano. En dat is een etappekoers in Japan. In de Jubilair League, dames en heren, hebben natuurlijk op dit moment veel wedstrijden 0-0 stand. Maar Eindhoven leidt met 3-1 tegen MVV. En verder Fortuna leidt met 0-1 bij Almere. Andere wedstrijden staan op 0 tegen 0. En bij Willem II tegen NEC de stand 0 tegen 0 bij de rust. Heracles schijnt op dit moment al een 1-0 voorsprong genomen te hebben. Al is het al voordat de wedstrijd mentaal, is begonnen. He? Alleen mentaal al. Want het ene spektakel volgt het andere spektakel op hier in Almelo. Morgen dus de wedstrijd tussen Heracles en FC Twente om 9:15. Maar we hebben nu op dit moment de mooie profronde Almelo. Waar we zojuist 4 koplopers in de koers hadden. En die 4 koplopers gaan zich opnieuw melden. En hij moest net al lachen, André Looy, want hij weet dat hij kansrijk is in deze kopgroep. Hij rijdt op kop in dat kopgroepje met Goeré in zijn wiel. Dan de man uit Oldenzaal, de jongen. En dan zien we ook Lieuwe Westra en hier al het peloton. En het is Ramon Sinkelman die het commando aanvoert. Dan weer nog 26 ronden op dit moment op het rondebord. Laat je mij alleen. Ik heb daar niemand om me heen. En zo wachten wij en kijken we weer of de kopgroep zich opnieuw gaat melden. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Het is al 2 uur in de nacht, en ik die op je wacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi, en jij? Wat ben ik toch stom, dat ik maar wacht. Ja, wacht. Inmiddels zijn die rode lampions de lucht weer ingegaan. Dat wil zeggen dat wij wachten op de doorkomst met de kopgroep. Die dus nog 25 ronden te rijden hebben in de profronde Almelo. 4 koplopers hadden we zojuist. We hebben ze nog altijd. Ze gaan weer doorkomen met Looy op dit moment aan de leiding. De man van team Oranje of team Rompot Oranje peloton. En het peloton was zojuist niet ver weg en dat is op dit moment niet anders. Met de man uit Almelo aan kop, Daan Schouten. En dan de man uit China, Cheng Yi. En ik kan zeggen, dames en heren, dat u zeer gedisciplineerd oversteekt. Dat u alleen maar gebruik maakt van de officiële beveiligde oversteeksluizen. Waardoor het voor de renners, ondanks de donkerte in Almelo en ondanks alle lichten die we hier hebben, natuurlijk toch een veilige omloop kunnen aanbieden. En natuurlijk hebben wij Kamp, de Opel dealer, aan de leiding. We hebben EME Fashion Group, zorgen voor de rollemis, voor Kim Schuring. En zij is gekleed door de Gallery Brand Store. De bekers zijn van top.
Top Cup Sportprijzen en Darts. En bloemminderij Diane zorgde voor de mooie bloemen voor de huldigingen. En de renners zijn gedoken in de bocht van Wit Zand. En in de bochten van Elementenbouw Hagen. In de bocht van Opel Dieler Kamp. En komen straks naar de bochten van Dimotech. Kortom, dat zijn hier de bochten. En dan zijn ze bij ons hier op het Preston Palace Centrumplein. Vanavond hier allemaal topartiesten die gaan optreden, dames en heren. Omdat het feest in Almelo inderdaad tot in de kleine uurtjes mag duren. Een feest rondom Jannes en vele andere grootheden. Op dit moment één koploper. Hij doet het dan toch. Met een big smile is hij er vandoor. André Looy. Waar de rest van de kopgroep ingegrepen wordt. En dan is het opletten geblazen voor het peloton. Want ook zij moeten dan weten dat... misschien denken ze op zo'n moment dat ze de kopgroep volledig inrekenen. Maar het is dus André Looy, de man die opnieuw in de aanval is gegaan. Ja, André Looy als junior, als belofte natuurlijk vele mooie successen behaald. En nu dus bij de grote meneren. Ja, je noemde het al, Kees, op de baan een uitstekende coureur, maar dit jaar zelfs al vierde in de handzame klasse. Ik toch een UCI 1.1 wedstrijd, dan beschik je wel over een niveau volgens mij. Ja, en dat is allemaal mooi natuurlijk, dat zo'n jonge kerel dat allemaal aandurft. En die ploeg van Rompel Vakanties Oranje Peloton heeft door de Eneco Tour met Jasper Asselman, die ook nog derde werd in het Europees kampioenschap achter de Deni, heeft met Lammerting in de Tour de Limousin etappeoverwinning en vijfde in het eindklassement, een vierde plaats in de druivenkoers van Overijssel voor dezelfde Lammerting. Kortom, dat zijn allemaal mooie successen en er komt allemaal nog een heleboel meer aan. Want de mannen hebben nu de smaak te pakken. Ja, dat doet toch wat met die spirit. We zagen het zelfs al op die dag dat Lammertink won in de Tour de Limousin. Want dat was de eerste zege voor de ploeg. En vergelijk was het ook twee keer op dezelfde dag raak. Want toen won namens datzelfde team Dylan Groenewegen ook nog eens de Arnhem-Veenendaal Classic. En zo zijn de mannen dus in vorm en mogen we eigenlijk ook wel wat vannachten vanavond, vind ik. En denk ik zelfs in deze profronde Almelo. Stel je voor dat André Looy nog steeds aan de leiding krijgt. Dan komt er een speciale aanmoedigingspremie binnen. Als hij dat nog kan volhouden in de volgende ronde. André, nog één ronde vooruit blijven voor een premie van 100 euro. Rij je, jongen, voor wat je waard bent. En zo zullen ze het weten ook in het peloton. Hij is weggereden. Hij is vertrokken. Hij gaat de ronde voorsprong nemen. Tanking zegt dat zal toch niet waar zijn. Nou, zo zomaar kunnen. En die aanmoedigingspremie zit er dus in voor André Looy als hij zometeen als eerste over de streep komt. Maar als hij als eerste over de streep komt, dan is hij ook de nieuwe leider in het klassement van de Leidersprijs. Want hij heeft net als Nieuwe Westra op dit moment 6 punten weten te verzamelen. Juist. En die premie, dames en heren, van Witzand. De Witzand bocht ook. 120 jaar betrouwbare partner in hout- en bouwmaterialen. Geniet van het leven en geniet van de profronde. We zien de lichten weer en dan gaan we kijken of André Looy het gaat halen. Die aanmoedigingspremie dus voor 100 euro. Dames en heren, hier is André Looy. Applaus voor de André, mooi. En 7 punten nu en dat betekent de nieuwe leider in de Leidersprijs.
En zo wachten wij op het peloton. Het peloton dat even geslagen lijkt. En hier dan door gaat komen. Ja, maar tanking wordt een beetje in de tang genomen door ploeggenoten van André Looy. Ja, want die ploeggenoten weten dat Looy inmiddels een flinke voorsprong te pakken heeft. En dat we toch eens een gevaarlijke aanval zien van hem. Twintig ronden nog. Ik mag alleen maar nazeggen. En je mag het ook voorzeggen, Kees. Oh, de fans van Jannes komen al in de stemming hier. Wauw! André Looy, nog steeds aan de leiding. Belangrijk voor de leidersprijs. Pakt weer een puntje mee. Hij staat aan de leiding nu, Aswin of niet? Ja, dat stond hij zojuist al met 7 punten. Nu weer een punt bij 8 punten. En dan wordt het toch nog lastig voor de andere coureurs om hem in te halen. Nieuwe wedstrijd heeft 6 punten en is nu de eerste achtervolger in het peloton. Die weet het, ik wil die leidersprijs, ik wil naar voren. Dus duidelijk dat de mannen van Roompot Vakanties Oranje peloton alles willen winnen. 18 ronden nog te doen. Halleluja. André Looy heeft dus inmiddels 8 punten in het klassement van de Leidersprijs. De man die het vaakst als eerste over de streep kwam. André Looy, we gaan hem aanmoedigen. We gaan hem aanmoedigen, want dat kan hij gebruiken. Rijdt hier fantastisch aan de leiding. Kom aan André, jongen. Je gaat goed. Je gaat geweldig. Je gaat super. En dat terwijl het bot precies op dat moment naar 17 ronden ging. 17 ronden dus nog voor André Looy. Gaat hij 17 ronden lang aan de leiding rijden en daarmee de zege pakken in de profronde Almelo? Of komt het peloton? Peloton wordt tot grote spoed aangemaand door Roy Curvers, de man van Giant Alpecin. Waar we toch nog steeds een paar van dezelfde mannen de rij zien sluiten. Thomas Rabou als laatste man in de peloton in voorrem. De man uit Nieuw-Heten rijden voor het team een babydump, Niek Boom.
pionnen gaan de lucht weer in. De pionnen met het licht en die geven aan dat de eerste coureur in aantocht is. Zo gaan wij zien of dat opnieuw André Looy is. De man die dus de leiding heeft gepakt. Renner van het team Roompot Oranje Peloton. Solo aan de leiding in de profronde Almelo. In dat oranje zwarte tenue. André Looy, de man op weg naar een nieuw punt voor de leidersprijs. Neemt de straatlengte voorsprong, een lichtjaar voorsprong. Maar nu het peloton toch op hol in de achtervolging. De mannen van Giant Alpecin met Sinkeldam en dan daarachter Roy Curvers. En het is de renner uit Hengelo die de achtervolging daarbij ook meevoert, Jelle Wolsink. Hij kwam afgelopen week nog te vallen, Wolsink, maar is op de goede weg terug en wil zich hier ook in de profronde Almelo laten zien. Ik ben vroeger, dames en heren, altijd naar het Hooghoest gegaan. En daar hadden we vroeger, dames en heren, pinda's. En die mocht ik dan uit de schel doen. En die moest ik dan over mijn schouder dus op de grond laten ploffen. En daar hadden ze gakballen, die waren zo groot als een voetbal. Het verschil zojuist zo'n 10 seconden tussen André Looy en het peloton, aangevoerd door de mannen van Giant Alpecin. Met de klok op 16 ronden. En daarmee zijn wij nu toch echt de finale aan het inluiden in deze profronde Almelo. André Looy steelt hier de harten van de mensen in Almelo. André Looy is bezig aan een prachtige solo. En Michael Bogert heeft net laten weten dat hij zeer onder de indruk is van André Looy. Hij zegt, ga maar door kerel, ga maar door. En André Looy pakt op dit moment het 11e punt voor de leidersprijs. 11 punten voor Looy en tot nu toe 6 punten voor Leeuwen-Westra. Dat betekent een voorsprong van 5 punten. Sinkeldam en Curvers, twee mannen van Giant Alpecin op kop van het peloton in deze volgorde. Kijken voor u naar het rondebord, nog maar 15 ronden te rijden. Als André Looy nog even pittig op de pedalen duwt, kan hij vooruit blijven. Kan hij uit de greep blijven van het peloton. Dan gaat hij hier voor een daverende sensatie zorgen. Voor een nieuwe overwinning. Voor Roompot Vakanties Oranje Peloton. De ploeg van Michael Zeilaert, Erik Breuging, Jean-Paul van Poppel en natuurlijk Michael Bogert. André Looy wordt teruggepakt en we bellen voor een premie voor de ingaande ronde. Premie bij Trucje, 4 koplopers en die kleine pittige dondersteen Lammerting zat er volgens mij ook bij. En ik noemde hem net al Jelle Wolsink, ook hij is aangesloten in die kopgroep van 4 op dit moment. Met 2 mannen dus van Roompot, de ander was een kreder. Ik heb net even bij Louise in haar zak gekeken, dames en heren. Er zat een envelop in waarin €500 zat en die gaat er dadelijk uit. En voor de leidersprijs gaat die André Looy met 12 punten aan de leiding. Leeuwen-Westra 6 punten en de rest dus met grotere achterstand. André Looy heeft alles gegeven in deze ontsnapping. Kan waarschijnlijk dadelijk niet meer meesprinten. Maar hij heeft rappe kompanen.
Dus, we gaan kijken. En een ploeggenoot mee in die kopgroep. En wie weet kan hij daarvoor de sprint wel eens aan gaan trekken. En dan weten we ook dat het tempo hoog ligt. Want op dit moment meldt Dick Soepenberg zich voor de foto's op het parcours. Foto's te vinden later op www.sportfoto.nl. En als u nu direct op de hoogte wilt blijven van de koers, dan gaat u ook naar Twitter. En namelijk naar de hashtag ProfRondeAlmelo en ook @ProfRondeAlmelo. Elementenbouw Hagen voor alle kunststof kozijnen heeft deze premie geadopteerd. Daar komen de kopmannen vooraf gegaan door de auto van Kamp. En daar komen de mannenbroeders. Daar komen de mannen in het gewicht voor de premie van €500. Op de streep gaat het gebeuren. Op de streep gaat het gebeuren. Daar! Afblijven, Kees. Oeh, Jelle Wolsinks dacht ik eerst. Maar ik denk toch een Raymond Kreder, Kees. Ja, Raymond Kreder. Heel goed, dacht ik. Oh, wat een spanning. Het was toch echt op het nippertje zoals die er nog voorbij kwam. En, maar kijk maar even op de fotofinish. Daar wordt op dit moment nadrukkelijk naar gekeken. En ik heb het al gehoord, Kees. De man in het oranje met het nummer 11 pakt de premie. En dat is? Onze Raymond Kreder, de man met nummer 11. Hij dus de winnaar van de zojuist verreden premiesprint. En dat met nog 13 ronden op het rondebord. Zo zitten we dus in die volle finale van de profronde Almelo. Maar we toch zagen dat door die sprint ook die twee mannen licht vooruit zijn. Raymond Kreder, de man van team Rompot Oranje Peloton. En de man van het team Metec TKH in het blauw uit Hengelo, Jelle Wolsink. De auto. En de motor. En dan gaan we ze weer krijgen. Nog, nee, niet twee koplopers. We hebben een kopgroep, we hebben een peloton. Alles bij elkaar. En ik zoek Monique de Groot. Monique de Groot zoek ik. Hallo, ik zoek Monique de Groot. Ik zoek Monique de Groot. Opsporingsbericht. Nog verder. Niet al te groot blijkbaar, Kees, want je moet toch over de hekken kijken. Monique de Groot zochten wij. Er is iemand die daar op u staat te wachten. Die staat er allemaal te zwaaien en tekeer te gaan. Hij zegt, ik zoek mijn liefste schat. Ja, u gaat hem straks vinden? Oké. Afdeling verloren voorwerpen. En zo wachten wij op de volgende doorkomst, waarbij we dus zojuist zagen dat we geen kopgroep meer hadden. Dat alles bij elkaar was. En dan gaan ze weer de lucht in. De zaklampen met de pion erop. En daardoor krijgen we die rode verlichting. En wachten wij op de kop van de koers. Ja, en het gaat zomaar lekker spannend worden, denk ik, dames en heren. Jawel, de eerste groep komt hier doorgemalen. En het tempo ligt bijzonder hoog in deze fase van de wedstrijd. Met Dylan van Zijl. En hij krijgt toch een heel elite gezelschap met zich mee. Want nu zien we opnieuw Westra naar voren schieten. Ik dacht ook Boom van voren te zien.
Maurits Lammertink zat bij die eerste acht renners. En daarmee kan het een hele mooie kopgroep worden. Twee groepjes van vier die vlak bij elkaar zaten. Al met al acht renners vooruit. En dat terwijl inmiddels ook Bruno Mars hier over de finishlocatie schalt. Vanavond hier op het Preston Palace Centrumplein, dames en heren, nog een geweldige slotshow. En die gaat rond de klok van 10 uur beginnen. En u krijgt de topartiesten hier op het podium, onder andere Jannes. En topartiesten ook hier op het parcours in de finale van de profronde Almelo. Bij doorkomst gaan we ze krijgen, hebben we nog 10 ronden te rijden. En hebben we dan die kopgroep van acht? Kees gaat het u vertellen. De rondewis begint nerveus te worden. Ze zegt, wie moet ik dadelijk kussen? Nou, ik zou het op dit moment niet weten. Maar hier komen de mannen door. Natuurlijk met dezelfde man aan de leiding. Compleet peloton. Alles bijeen. En Bram Tankink die richt zich eens even op en kijkt dan over dat peloton. En datzelfde zagen we Lars Boom doen. Die mannen kijken wat ze kunnen doen in de finale van de wedstrijd. Zij keken even over de andere coureurs. Is er iemand weg? Nee, alles bij elkaar. En gaan we dan een van de verrassingen krijgen of krijgen we een van die hele grote namen hier aan de start? Als het gaat om de overwinning, mannen zoals Bram Tankink, de renner van Lotto NL Jumbo. We zagen hem al in de aanval. Maar bijvoorbeeld ook de mannen van Astana, Lars Boom, Liewe Westra. Van Giant Alpecin bijvoorbeeld Ramon Zinkel dan met Roy Curvers. Of van Team Roompot, iemand als Maurits Lammertink of Mark de Ma. Dat zijn toch wel enkele of een aantal van de grote favorieten hier in de profronde Almelo. We hebben nog altijd een peloton, zojuist bij elkaar is het wachten wie als eerst afstand gaat nemen. Wie gaat het doen? En de verlichting op de laatste bocht voor de finish gaat aan. De auto komt in zicht, dan gaan we de volgende doorkomst krijgen. Dan zien we dat zich opnieuw een kopgroep gaat formeren. Bram Tankink, Liewe Westra, Barry Marcus en Ramon Zinkeldam zijn de vier koplopers in de koers. En niet Barry Marcus zie ik nu, die zie ik in het peloton. Dat was één van zijn ploeggenoten in de kopgroep. Moet dan Tom Lezer geweest zijn. We gaan het kijken bij de volgende doorkomst. Vier koplopers in de koers. Even kijken of hij het hier nog doet. Ja, hij doet het nog. Hallo mevrouw de sluiswachteres. U doet het goed. Ik kan melden dat Jannes al aan de warming-up is begonnen. Jannes was net in Enschede. Hij zegt, hallo mensen in Enschede, ik doe u allemaal groeten. Ik ga nu alvast naar Almelo, want daar is een winnende ploeg en een prachtige koers. En ze heeft zich gemeld door onze rondemis, dames en heren. Kim Schuurink is de rondemis van vanavond. Kim, hoe bevalt het je tot nu toe? Ja, heel leuk. Gezellig hierachter ook. En mogen de beste winnen, hè? De beste, maar heb jij inmiddels ook een favoriet nou vanavond?
Nee, dat kan ik echt niet zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Even onderbreken, Arsene, want daar komt de voorrijauto onder de weekrand door. De weekrand en daar komt de kop van de wedstrijd. Met Liewe Westra, met Tom Lezer. Dit zijn grote manieren die weggaan. Er wordt genummereerd hier. En Curvers erachteraan. Ja, daarmee toch een hele mooie kopgroep. We hoorden zojuist onze rondemis, Kim Schuring. Ziet er mooi uit, toch? Ja, fantastisch. Echt, iedereen doet het goed. Kijk, die wint helemaal. Ik voel het helemaal. Die spanning. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Klaar voor de huldiging? Ja, absoluut. We zien je zo terug. Dames en heren, onze rondemis Kim Schuring gaat zometeen de renners huldigen. Er is een rollenbord op 8, als ik het goed heb. Aswin, rollenbord op 8, als ik het goed heb, klopt dat? Dat heb jij goed inderdaad, Kees. Oké. Okay. Ik sta vlakbij de bocht van de weekrand.nl. En we gaan dadelijk hier de mannen weer begroeten. En de mensen staan nu al te kijken. Wanneer gaat hier die rode toorts weer ontstoken worden? Wanneer gaan de mannen zich melden? We hadden een zeer sterke kopgroep die werd geformeerd. Met grote mannen aan commando. Met Liewe Westra die probeert alsnog de leidersprijs naar zich toe te trekken. Ik zie de rode toortsen, ik zie de lichten van de Opel Dealer Kamp, ik zie de motorrijder komen. En daarachter moeten dan de renners zitten, daar komen de renners. De mannen van Lotto.nl Jumbo rijden hier op kop met Tom Lezer, Bram Tanking, met Sinkeldam erachter, met Boom en Westra erbij. Oh, wat een mooie groep! Ja, en de rij wordt gesloten door Mark de Maa, die kijkt het eens aan. En de achtervolging wordt geleid door Roy Curvers, althans geleid. Hij sluit bijna aan bij de kopgroep. En ik heb net aan de mensen van de politie gevraagd of Jannes al gearriveerd is. Jawel, Jannes is in Almelo. En ook daarmee gaat dus het feest straks aan één toer verder hier in de profronde Almelo. Allemaal op het Preston Palace Centrumplein. In de kopgroep hebben we dus vertegenwoordigers van meerdere ploegen. En er zijn mannen die natuurlijk koppelgenoten bij zich weten. En Tom Lezer en Bram Tanking zijn twee mannen van Lotto.nl. We hebben natuurlijk de mannen van Astana, Boom en Westra samen in die kopgroep vertegenwoordigd. We hebben de mannen van Roompot Vakantie, die zijn ook met twee mannen vooraan vertegenwoordigd. En ook van Giant Alpecin proberen we twee mannen in de spits van de wedstrijd te krijgen. Kortom, evenwicht in de kopgroep. En we wachten dus op de volgende doorkomst van de coureurs van die kopgroep in de wedstrijd. En dat gaat niet lang meer duren, want daar is de auto van Kamp, de Opel Dealer. Daar komt de motor, daar komen de renners. Even kijken, Loekie, 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 Loekie. En er wordt genummereerd, er wordt genummereerd. Jawel, ze zijn weg hoor. Sinkeldam en Lezer. Sinkeldam en Lezer zijn vertrokken. En dan met nog 6 ronden te rijden voor de kop gelopen. Sinkeldam en Lezer. En de achtervolging wordt geleid door Mark de Maar. De nummer 2 van de ronde van Luxemburg. Hij was eerder winnaar van de Pan-Amerikaanse Spelen. En dat was in de periode toen hij ook nog kampioen van Curaçao was. En op het podium, dames en heren, van het Preston Palace Centrumplein wil men al naar Parijs. En wij wachten dus op die koplopers in de koers.
Sinkeldam en Lezer waren de mannen die vooruit zaten. Maar natuurlijk krijgen zij zomaar geen gewonnen spel. Mark de Maa was de achtervolger met dienst. Daar gaat de rode toorts weer worden ontstoken. We zien duidelijk dat de eerste lichten weer in aantocht zijn. In de etalages kunnen we zien de naderende wagen van Opel Nielekamp. Daar is de motaar. 1, 2 koplopers. Jawel, Tom Lezer, de man uit het Westland. Aan de leiding met Sinkeldam in het wiel. Dat zijn de twee koplopers. Hier komen de achtervolgers. Onder aanvoering van Liewe Westra. En Curve zit erbij. En gaat Liewe Westra, dat gaat dan nog dichtrijden. Met in die groep ook achter zich Bram Tanking. En hij beschermt zijn ploeggenoot Tom Lezer. Mogen wij regelmatig nog even horen hoeveel ronden wij nog te doen hebben? Arsene, hoeveel ronden nog? En zo dus in de volle finale. Het is voor mij wat lastig om jou te horen, Kees. Maar we zien dus die koplopers in de koers nog altijd. Lezer en Sinkeldam. En hoeveel ronden nog op het bord? Hoeveel ronden? Op dit moment nog een 5. Oké. Bloemenrij Diana, dames en heren, is op dit moment bosse bloemen aan het plukken. En dat gebeurt op de Apollolaan 11 in Almelo. Als ik nog een keer ga trouwen, dames en heren, laat ik daar het bruidsboeket verzorgen. Even kijken, 5 ronden nog te rijden. Hebben we de tweezelfde mannen nog steeds aan de leiding. De weekrand.nl. Ik kijk naar de bocht. De bocht, een soort S-bocht waar men doorheen komt. En het is één man, nieuwe man aan de leiding. En dat is die krakpatser, die man onder nummer 14. Maurits Lammertink. En Lammertink heeft nog 4 ronden te gaan. 4 ronden, dat is het op dit moment. Met de mannen in de achtervolging. En ze kijken naar elkaar. Lammertink, de leider in de wedstrijd. Maurits Lammertink, 4e in de druivenkoers van Overijssel afgelopen week. En verder natuurlijk in de ronde van de Limousin. Winnaar van de laatste etappe. En 5e in het totaalklassement. Natuurlijk, Maurits Lammertink. De man met bonus. Motorrijden. Ik krijg bericht door van de andere zijde van het parcours. Maurits Lammertink doet er alles aan om weg te komen. Om weg te blijven. En zo gaan we dus kijken. Is het dan Lammertink die hier wat kan doen? Die hier de zegen kan pakken? Wordt het dan zijn tweede profzegen? Lijkt kijken. En wel Koper natuurlijk. Even kijken of er een man van het oranje peloton aan de leiding gaat. Ik zie in elk geval al de rode toortsen. Ik zie de auto naderen. En daarachter ga ik kijken. Is het de motorrijder? En daarachter. Maurits Lammertink. Jawel, hij gaat goed. Hij gaat goed, Maurits. Hij gaat goed. Lammertink aan de leiding met nog 3 ronden te rijden op dit moment. En Boom. Daar komt de tegenaanval van Lars Pom. En Bram Tanking komt er ook aan. Ja. Alles is nog speelbaar. Krijgen we dan 3 koplopers, waarvan 2 man uit de regio. Vechten hier voor wat men waard is. En inmiddels weten we zeker dat de leidersprijs gaat naar André Eloy. Hij kwam het vaakst als eerst over de streep. Dat is heel knap. Leidersprijs beschikbaar gesteld door het regionaal ondernemerscontact met 160 leden, dames en heren. En natuurlijk ook beschikbaar gesteld door Preston Palace, the place to be. Uh,
is een mevrouw een beetje nerveus geworden. Die heeft gelijk een lolly tevoorschijn getoverd. En die zegt, die moet mij helpen in de finale. Aswin, je wilde wat zeggen? Dat wij de finale ingaan met de koers. En dat wij hopen dat we natuurlijk daar een hele mooie overwinning gaan krijgen. Maar we moeten afwachten wie dat dan gaat zijn. Het kan uit Haaksbergen komen, Bram Tankink. Uit Enter, inmiddels losse van Maurits Lammerting. Of dan toch uit Brabant van Lars Boom. Of, Kees, denk jij dat die drie mannen nog gegrepen worden? Ik weet het niet. Hoeveel ronden nog? Bij doorkomst zijn er nog 2 ronden te rijden. Juist, ik ga kijken. Dan ga ik kijken naar die S-bocht hier. En daar is de auto. En dan ga ik voor jou tellen. Ik zie de motorrijder. Die is alleen. En we hebben 3 koplopers. Het zijn Boom, Lammerting, Tankink. En die zijn weg. Die zijn weg. Die gaan erom vechten. 2 ronden nog. Laat je horen in Almelo. En wat gaat die Lars Boom hard op kop van dat groepje. En dan zien we dus Lammerting in het wiel. En dan Tankink. En dat zijn rappe mannen. Motorrijder voor de tweede groep, alstublieft. Motorrijder voor de groep Curvers. En hier die groep Curvers. En de motorrijder gaat ervoor met de Marok, Sinkeldam, Westra. En dan zien we daar ook nog bij Tom Lezer. Goed geregeld. En die mannen weten dat ze nog 2 ronden te rijden hebben. En hier een groepje nog in de achtervolging. Onder aanvoering van Nick Boom. Welke missienaar is er geselecteerd om de bel te doen rinkelen? We gaan eens kijken wie de bel zometeen gaat rinkelen. En ik heb begrepen dat Tony de Jonge klaar staat met de bel. We danken natuurlijk de jury en die staat voor de belangrijke taak om dadelijk ook de uitslag op papier te krijgen. Mensen gaan nu nog even oversteken, willen allemaal straks op tijd bij Jannes zijn, willen de huldiging allemaal meemaken en natuurlijk de ontknoping van deze wedstrijd. De sluizen zijn nu nog even geopend, maar in de laatste ronde blijven ze dicht. En die laatste ronde, daar zijn we bijna aan toe, Kees. En gaan we dan met die 3 koplopers hier richting de winst. Zie je ze al. Ja, en we steken niet meer over. De sluizen gaan dicht. De sluizen gaan dicht. En daar is de motor. Daar is de motor. Daar komt Brammetje Tankink. Tankink als eerste onder de bocht. De Boom moet alles geven. Lammerting erachter. Mooi. Ja, en dan kijken ze naar elkaar. Dan gaat Tankink, die wil van de kop af, wil overgeven aan Boom. En Boom zegt, nee, ik neem de kop niet over. De 3 mannen, blijven ze weg. Goede bescherming hier van deze motaren voor de tweede groep in de wedstrijd. De groep die hier gaat doorkomen. De groep met Mark de Maar aan de leiding. Zo bellen wij dus voor de laatste ronde met de Maas, Sinkeldam, Westra, Lezer. En ook daarbij Roy Curvers. En hier het peloton. Laatste ronde. En de sluizen gaan even niet meer open. De sluizen blijven dicht. Want we zitten in de absolute slotfase van de wedstrijd. We gaan zo weten wie hier de overwinning gaat pakken. Bram Tankink, Lars Boom zijn niet zo rap. En Maurits Lammerting, die kan goed aankomen. Die zou zomaar deze wedstrijd kunnen winnen. En de anderen moeten proberen te demareren. Tankink en Boom moeten proberen weg te komen. Anders zegt Lammerting, thank you for the victory. Gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Wie het pakt in die sprint. Of toch nog een aanval van Tankink. Van... Hier komt de laatste man. Ik denk dat we deze man laten afsprinten. Nummer 33. Afsprinten dus Filip Kootstra. En Filip is dus gefinished. De man uit Almelo. Gaat afsprinten voor de veiligheid. En hier komt de auto. Daar komt de auto. Daar komt de motorrijder. En we gaan het zo weten hier bij de weekrapunt. Het is Lars Boom. Lars Boom is weg. Boom gaat winnen. Maurits Lammerting wordt 2. Dames en heren, hier is die Lars Boom. Maurits Lammerting als 2e. En waar is Brammetje Tankink? Die komt hier aan. Bram Tankink, dames en heren, op de 3e plaats hier vandaag in de profronde Almelo. En zie jij al meer, Kees? De rest komt eraan achter de motor. Daar komt de sprint met Tom Lezer. Tom Lezer, Ramon Sinkeldam, Mark de Maar, Lieve Westra. Komen eraan. Het wordt Sinkeldam die het haalt voor de 4e plaats. Voor Mark de Maar, Lezer, Westra. En dan zien we de rest snel binnenkomen. Ook onder aanvoering van Roy Curvers. En zo komen hier uw helden allen over de streep.
Wij wachten tot de sluitwagen bij ons is. En zo hebben we dus die winnaar. Een hele mooie zege voor de man in het lichtblauw, Lars Bom. En als tweede over de finish, Maurits Lammertink. En als derde, Bram Tankink. En hier wordt de rij gesloten door Thomas Rabou. Nee, die man heb ik laten afsprinten. En hier is de sluitwagen en we kunnen alles in gereedheid gaan brengen voor de huldiging. We gaan hier zo meteen dus de huldiging hebben voor de top 3. Met winnaar Lars Bom. Als tweede Maurits Lammertink. En als derde Bram Tankink. We gaan dames en heren de huldiging doen en ik krijg wethouder Jan van Marlen, dames en heren, wethouder van Economische Zaken en Sport van de gemeente Almelo, natuurlijk voor de huldiging. Dus wethouder Jan van Marlen, wethouder van Economische Zaken en Sport, belangrijke portefeuilles, hij wordt hier gevraagd. En de drie renners die we gevraagd hebben zijn inmiddels al aanwezig en dat betekent dat wij zometeen kunnen beginnen met de huldiging. Ja, en we gaan dat doen, dames en heren, op de derde plaats. En hij gaat hier naar het podium komen. Op de derde plaats is Bram Tankink. En ik hoor applaus voor Bram Tankink. De ideale schoonzoon werd hier derde. Op de tweede plaats, de Adelaar, dames en heren. De man van de Limousin. De man die het fantastisch heeft gedaan. Hij heeft vanavond alles geprobeerd. Een mooie tweede plaats voor Maurits Lammertink. En op de bovenste treden, Mr. Astana, dames en heren. Hier is Lars Bom. Dan gaan we uitnodigen Jan van Marlen met een mooie trofee. Hij gaat in de aanval. Hij zegt, ik ga naar de winnaar. Naar de nummer 3. Eerst naar Bram Tankink. Dan de nummer 2. Ja, daar zien we Kim in ieder geval. Bloemetjes erbij. De
Bram Tanking heeft al een hele wagen vol. We hebben voor de man de tweede plaats. Maurits Lammerding. Mooie bloemen. En ja, ik zie dat de beker in aantocht is. Ja, de trofee komt eraan. Dan ga ik luisteren wat de wethouder zegt. Van harte gefeliciteerd en heel veel succes. En welkom weer in Almelo bij de volgende ronde. De mooie trofee, hij is er blij mee. Hij zegt, laat de bloemen maar komen wat kussen. Daar lust ik wat paf van. Dan hebben wij voor de winnaar, dames en heren, een trofee. Omdat hij gewonnen heeft. En de wisseltrofee. Lars Boom wordt bedolven onder de prijzen. Ik hoop dat hij een grote wagen heeft meegebracht uit Vlijmen. We gaan in de aanval, meneer Van Marlen. Van harte gefeliciteerd. En heel veel succes in de toekomst. Dank je wel. Maar dit zou u gegund. Hij gaat Nederland aan een wereldtitel helpen, heeft hij gezegd. Dan krijgt hij de wisselbeker. Wethouder, de wisselbeker, alsjeblieft. Daar komen er mooie bloemen bij van onze miss. Kim Schuring van EME Fashion Group, de Gallery Brand Store. Bloemen voor Lars Boom. Dan wilde miss Amstel Radler ook nog kusjes uitdelen. Ze zegt, mag ik ook nog kussen? Hallo miss, je moet bij Lars Boom gaan wonen. Hierboven erop klimmen en de dames van Amstel Radler die gaan ook nog kusjes uitdelen. Gaat allemaal mooi gebeuren hier op het podium. Juist, er wordt wat afgekust in het leven, dat is helemaal goed. Onze miss gaat naar het hoogste podium bij Lars Boom, goed vasthouden. Andere dames klimmen er ook mooi bij. Dames en heren, we krijgen een mooi podium. En als Sven Kruder staat bij mij, derde is geworden. Bram Tanking. Op de tweede plaats. Maurits Lammertink. En de winnaar. Lars Boom. Almelo, een ovatie voor de top 3. Laat je horen. Ashwin, bedankt en we gaan lekker jannissen dadelijk op het Preston Palace Centrumplein. Het feest gaat nog uren duren en we wensen iedereen nog ongelooflijk veel plezier. En Almelo staat op de wielerkaart, dames en heren. Almelo vanavond het wielercentrum van de hele wereld. Hier met Lars Boom, Maurits Lammerding, Bram Tanking, Ashwin Kruders en Kees Maas en Harry Middelhans. We zeggen bedankt voor jullie aandacht en voor jullie enthousiasme. Tot een volgende keer. Last ball.